Ik raakte in een vrije val. Dat is wat mensen ervaren als ze opeens plotseling een knobbel in hun borst voelen. De kansen voor borstkankerpatiënten zijn gelukkig een heel stuk verbeterd de afgelopen jaren. Zowel meer kans om te genezen, maar ook als de kanker niet te genezen is om langer te leven, om met meer kwaliteit van leven te leven. Maar we zijn niet tevreden. We willen beter. Mijn hele denken, mijn hele werken richt zich op borstkanker. Dat betekent dat we helemaal, en ik niet alleen, mijn hele team, helemaal de diepte in gaan. En we proberen echt om de patiënt heen te gaan staan met elkaar en het echt goed af te stemmen. En dat geeft ook een warm bad. We zijn hier ook voor de mens en we zijn niet alleen voor de kanker. Het is werk met het hart en dat doen we hier. De afdeling borstkanker is een heel multidisciplinaire afdeling waarbij we heel nauw met elkaar samenwerken. Ten eerste natuurlijk met de verpleegkundige specialisten, met de chirurgen, met de internisten, uiteraard met de pathologen en natuurlijk ook met de radiotherapie. Iedereen weet precies waar de details van borstkanker liggen. Dat zijn met 20, 30 mensen zijn we daarmee bezig. Als we op een bespreking zitten dat met zoveel specialisten bij elkaar voor die ene patiënt bezig zijn, dat is echt uniek. De eerste patiënt zal ik voordragen. Mensen voelen dat onmiddellijk. Als ze de eerste dag bij ons zijn geweest, dan hoor ik dat heel vaak terug zeggen. Ja, bij jullie is alles erop gericht. Iedereen is bezig met de borstkanker. Jullie begrijpen waar het echt om gaat. Ik heb net het lichamelijk onderzoek gedaan. En ik... Binnen 24 uur kunnen vrouwen die verwezen worden door de huisarts of door het bevolkingsonderzoek bij ons terecht. Kijk, hebben we hier al een kleine kiste en daar nog een grote. In 95% van de gevallen weten we binnen 1 uur de diagnose. En weet de pathologie ook of het foute of goede cellen zijn. Ik heb het gezien, het ziet er heel mooi glad uit. De onzekerheid, dat vinden patiënten het allerergste. Het wachten op, heb ik wel kanker, heb ik geen kanker. We hebben de uitslag, ik ga hem gelijk vertellen, het is goedaardig. Patiënten willen duidelijkheid, dus dit is goed en dit is slecht. Maar iets daartussenin niet. En ervaring helpt je daarbij. Het borstkankercentrum is voor iedereen bedoeld. Met elke vorm van borstkanker in elk stadium. Is de wond goed aan het genezen? Ja, hoor. Ja. Mensen komen hier ook heel veel second opinion. En mensen horen dan elders, ik kan niet gereconstrueerd worden. Of mijn oksel kan niet sparend geopereerd worden. En dan blijkt het soms wel te kunnen. En dan zijn mensen ongelooflijk blij. En die denken, ja, daarvoor wilde ik naar het Antonie van Leeuwenhoek. En wat erbij komt, is dat we een heel onderzoeksteam bij elkaar hebben. We zijn niet dokters alleen, we zijn ook onderzoekers. En dat heeft voor het patiënt direct als voordeel dat wij volledig op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen die kunnen spelen. Ja, dit is de tumor waar het om gaat. Dus daarmee zitten we steeds bovenaan en proberen een stap verder te zetten. En zo helpen we om meer te doen waar het nodig is, maar ook minder te doen waar dat verantwoord is. Het is echt geweldig om te zien dat er elk jaar weer ontwikkelingen zijn, elk jaar weer nieuwe mogelijkheden, elk jaar weer verbetering daarmee van de overlevingskansen, maar ook van, wat heel belangrijk is, het verminderen van de bijwerkingen. Ik denk het voordeel voor de patiënt is dat je echt omringd wordt door een team van echte experts. Met heel veel mensen die volledig toegewijd zijn aan borstkanker, is dit de plek om borstkanker te behandelen. Zo, goedenavond allemaal. We vielen met de deur in huis met deze film. En die film die gaf meteen een beeld van de borstkankerzorg hier in het Antonie van Leeuwenhoek. Daar gaan we het vanavond natuurlijk ook over hebben. Heel fijn dat u hier met z'n allen bent. Deze avond wordt via internet ook uitgezonden of is te volgen via internet. Dus alle mensen die via internet meekijken, die heet ik natuurlijk ook van harte welkom. Ja, we zijn natuurlijk vanavond hier omdat het oktober is borstkankermaand. En wij organiseren nu elk jaar weer in deze maand een avond rond borstkanker. We zijn het grootste borstkankercentrum van Nederland. En ons onderzoek op het gebied van borstkanker behoort tot de internationale top. En we willen u op zo'n avond als vandaag meenemen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorg en ook op het gebied van onderzoek. Nou, we hebben vanavond een aantal sprekers. We doen het zo dat alle sprekers die komen achter elkaar en dan aan het eind, zo rond 9:10, dan is er alle gelegenheid voor u om vragen te stellen. Die mogelijkheid is er dan. Nou, ik ben vandaag uw gastvrouw, zou ik maar zeggen. Mijn naam is Edith Krap en ik leid u door het programma. En we gaan meteen beginnen met de eerste spreker. En de eerste spreker is professor Emiel Rutgers.
Professor Rutgers werkt al 30 jaar in het Antonie van Leeuwenhoek, is borstkankerchirurg, maar ook onderzoeker. Bijvoorbeeld staat aan de wieg van een belangrijk onderzoek naar bijvoorbeeld de mammaprint. Hè, een test om te bepalen of bij een bepaald tumorsoort, borstkankersoort, of daar wel of geen chemotherapie bij gegeven moet worden. En het credo van het borstkankercentrum in het AVL is, u heeft het net al op de film gehoord, meer waar moet, minder waar kan. En daar gaat Emiel Rutgers verder over vertellen. Ja, wat is borstkanker? Nou, welkom overigens allemaal. Mooi dat u zo grote getale gekomen bent. En ik hoop dat wij u niet teleurstellen. En ik denk dat wij u niet teleurstellen. Maar wat is borstkanker? Ja, het is natuurlijk een beetje flauw, maar als je het hebt, dan is dat een grote schrik. Laten we duidelijk zijn. Als er een probleem is in de borst, en het filmpje heeft eigenlijk al een deel van mijn presentatie voor mijn voeten weggemaaid, ben ik alleen maar blij mee. Het is een grote schrik. En als het goed is, hoera. En als het niet goed is, help me. Maar als het goed is, moet je wel zeker weten. Dus niet van nou, kom over 3 maanden nogmaals terug. Dan kijken we nog eens een keer. Zeker weten, goed afronden en goed uitleggen wat het dan wel was. Nou, daar hebben we onze huisartsenpolie op ingericht. Dat werkt in mijn ogen als een trein. Maar als het niet goed is, help. Wat is borstkanker? Dit is een hele saaie definitie. En daar ga ik ook, ik kan dat ook wel zonder. Een hele, althans hier, het opereren niet. En lezen. Nee, een hele saaie definitie. Maar borstkanker is niet anders dan een ontsporing van borstmelkkliercellen. Die voor zichzelf zijn begonnen. Dan ga ik even een klein stukje aparte les geven. Kanker is een gevolg van ontspoorde celdelingen. Er gebeuren miljarden celdelingen per dag in ons lichaam. Die gaan allemaal goed. Bijna allemaal goed. Een enkele keer kan het misgaan. Hoe meer celdelingen in een lijf, in een orgaan, hoe meer kans op foutjes. En je kan die celdelingen opjagen of pesten door, ik zeg maar eens wat, roken, longkanker, of door asbest. Gaan die longvliezen niet goed? Borsten, die worden elke maand weer opnieuw in de vruchtbare periode opgejaagd om actief te zijn. Elke keer weer. Dus in borsten komen heel veel celdelingen voor. En dus ook veel foutjes. En foutjes worden gelukkig, want het is eigenlijk een wonder dat het zo vaak goed gaat. Eerlijk is eerlijk. Maar foutjes worden gelukkig vaak gerepareerd, maar een enkele keer niet. En dan kan het voor die cel een voordeel zijn van, haha, ik kan eens even een beetje voor mezelf gaan beginnen. Met een paar foutjes erbovenop heb je die borstkankercel. Dus borstkanker is pech. Voor het overgrote deel een gevolg van foutjes in celdelingen. En van een kans dus. En het is heel flauw wat ik zeg, maar het is het vrouw zijn. Mannetjes hebben heel weinig borstkanker. Het komt wel voor, maar heel weinig. Het komt voor, maar heel weinig. En de cyclus waar ik het over had. En dan is er een deel van de vrouwen, families, die aanleg hebben voor het krijgen van borstkanker. Bijvoorbeeld dat foutjes minder makkelijk gerepareerd worden. Waardoor er, en dan vooral in het hormoongevoelige weefsel, zoals de borstklieren of de eierstok. En dat is dan een erfelijke aanleg. Nou. Dat een beetje over wat is nou borstkanker. Er zijn verschillende soorten borstkanker. Borstkanker is niet één ziekte. Er zijn echt heel veel ziektes. En de aard van de foutjes die een borstkanker maakt, worden in feite al heel vroeg in die ontsporing van die cellen vastgelegd. En dat kan zijn dat de cellen de gevoeligheid voor vrouwelijke hormonen, die gezonde borstkliercellen allemaal hebben, maar dat die cellen die gevoeligheid voor hormonen om in deling te komen, dat die behouden hebben. Hè? Gezonde borstkliercellen zijn vanzelf hormoongevoelig, maar ontspoorde borstkliercellen, de borstkankercel, kan die eigenschap om te reageren op het vrouwelijke hormoon oestrogeen behouden hebben. En dat oestrogeen kan dan die cellen weer aanzetten tot delen. En dan heb je weer verschillende hormoongevoeligen die een beetje lui zijn, relatief traag groeien, minder makkelijke uitzaaiingen geven of die wat agressiever zijn. Dan heb je een groeifactor die op al onze cellen zit, dat is de HER2-factor,
ga ik allemaal niet over hebben, maar die HER2-factor, die kunnen slimme borstkankercellen kunnen die tot overmaat maken op hun celwand. En die HER2-factor, als die aangeraakt wordt, dan stuurt die allemaal signaaltjes naar de kern, ga maar delen. En als er een paar duizend van op de oppervlakte zitten, dan blijft die cel maar aan het delen. Dat gaat maar door. En we hebben nou goede goedjes en die kunnen die HER2-factoren blokkeren. Herceptin, pertuzumab. En daardoor werkt chemo ook heel veel beter. Dus dat is een bekende vorm van borstkanker. En dan heb je nog een snel groeiende borstkanker die niet hormoongevoelig is en niet die HER2-factor hebben. 3x negatief, zeggen wij. Ja, dokters, als dokters negatief zijn, zeggen dan is het vaak positief voor jezelf. En als de dokter zegt het is positief, dan is het negatief. Dus dat is al een beetje ingewikkeld. Maar dit noemen we triple negative. Dat is en dat zijn vaak snel groeiende tumoren. En daar ga Marlink ook over hebben. Nou, en ik kan je vertellen, ik ben een beetje verkouden, dus af en toe pak ik een doekje. Over een paar jaar hebben we echt veel meer soorten borstkanker. En die soorten die zijn vooral van belang omdat we specifieke middelen hebben die aangrijpen op, op de groeiwijze van die borstkankers. Nou, op de mammapolie geweest, knoppetje in de borst, snot verdikken me, het is kwaadaardig. De vragen die meteen op je afkomen is... Ja, maar ik kan het ook zo. Is het agressief? Nou, je kan ze allemaal zien. Kan ik de borst behouden? Krijg ik een dikke arm? Moet ik chemo? Moet ik hormonale behandeling? Is het erfelijk? Kan ik nog kinderen krijgen? Kan ik weer werken? Word ik beter? Allemaal hele wezenlijke vragen. En die antwoorden, net al een beetje aangegeven, die liggen besloten in de biologie van die borstkanker. In de wensen en de mogelijkheden van die patiënten. Heeft de Philip eigenlijk, geeft dat ook heel aan. En alle alternatieven en mogelijkheden om borstkanker te kunnen behandelen, die moeten aanwezig zijn. En die behandeling van die borstkanker die rust op 3 pijlers. De kruk van de behandeling. De borst zelf zorgt dat de kans dat het daar terugkomt zo klein mogelijk is. En liefst zo netjes mogelijk, met zo min mogelijk bijwerkingen. De lymfklieren. Zorg dat je weet dat het in de lymfklieren zit, de uitzaaiingen. En als die er niet in zitten, dan blijven dan met je vingers vanaf. En het lichaam. Hoe groot of hoe klein is de kans dat die specifieke tumor bij die patiënt uitzaaiingen naar het lichaam via de bloedbaan heeft gegeven? Heel vaak kunnen we dat helemaal niet zien en dat wordt een kansberekening. Een kansberekening die we doen op patiënten die met dezelfde tumorkenmerken, kankerkenmerken, maar dan in het verleden zijn behandeld. En dat is statistiek. En statistiek op een eenling, op een uniek mens, is natuurlijk, sorry voor het woord, rete moeilijk. Het is heel lastig, want je bent uniek. En toch moet je iets. En dan komen we met voorbeelden. En dat is lastig om te begrijpen. Dus dat lichaam, dat gaat dus over prognose. Nou, die ontwikkelingen van borstkanker, zei het filmpje ook al, die gaan heel snel. Er zijn zeker meer dan 100 verschillende behandelingsmogelijkheden. Ik ben eens gaan turven en bij de 100 ben ik opgehouden. Maar er zijn echt zoveel verschillende behandelingsmogelijkheden. Hoe vaak komt borstkanker voor in Nederland? Ongeveer 15.000 vrouwen per jaar krijgen de diagnose borstkanker. En dat lijkt de laatste jaren een beetje stabiel te zijn. Er was een grote toename vanaf de jaren 80, 90. Niet alleen door de screening, maar toch, ik denk ook door de veroudering. Allerlei redenen. Maar het lijkt nu een beetje af te vlakken. En hoe is het met de overleving? Nou, toen ik in de jaren 80 in opleiding was tot chirurg, toen was het eigenlijk zo dat de helft van de vrouwen bij wie wij toen een amputatie deden, want dat deden we toen, was de helft van de vrouwen waren binnen 5 of eigenlijk binnen 10 jaar overleden aan de gevolgen van borstkanker. Dat was de grimmige situatie in die tijd. Nu, gemiddeld genomen, is na 10 jaar 80 van de 100 goed en wel aan het rondhuppelen. Of wat anders. Mogen ze zelf kiezen. In ieder geval in leven. Dus dat is bereikt. En dat kan je in deze grafiek zien. Het wringende hier is dat de kans om dood te gaan, of nee, ik moet heel anders zeggen, dat het aantal vrouwen wat uiteindelijk jaarlijks toch nog komt te overlijden aan de gevolgen van borstkanker, dat blijft eigenlijk altijd een beetje stabiel.
Maar in de jaren 80 werden bij 8000 vrouwen borstkanker vastgesteld per jaar. En daar overleden er 3500 van, ongeveer de helft. En nu worden bij 15.000 vrouwen borstkanker vastgesteld en overlijden er, heel verdrietig, ook 3000. Dus daar zit het grote verschil in. Maar ik ben het helemaal mee eens dat dit nou echt naar beneden moet. Een beetje klop op de borst, maar als je, dat zijn allemaal overlevingscurves, en als je nou kijkt hoe het gaat met een bepaalde stadium van de ziekte, kleinere tumoren of lymfeklieruitzaaiingen of zelfs al uitzaaiingen, en je vergelijkt dat met de landelijke cijfers en ons instituut, dan steekt dat er bij ons prettig bij af, laat ik het maar zo noemen. Maar het moet toch beter, dat zei ik net ook al, aan die figuren. En hoe moet dat dan? Moeten we meer opereren? Meer bestralen? Meer chemo? Meer hormonale therapie? Meer controle, scans? Nee, we moeten slimmer zijn. Meer weten over de biologie van de kanker van de gastheer en de gastvrouw. De eigenaresse. Ja, je wil niet eigenaar zijn van zoiets, maar degene bij wie het zit. En waar zit dan de winst? Natuurlijk, preventie. Dat is ingewikkeld. Daar kan ik niet lang over ingaan, want dat is een heel andere zaak. Vroegere diagnose. Betere beeldvorming. Is er ook betere biologische test, slimmer bekende medicijnen inzetten of slimmere nieuwe medicijnen inzetten en slimmere behandeling van de borstkanker zelf. Wees selectief en voorkom overbehandeling. Preventie, jawel, dat helpt wel wat. Neem een hond, in beweging, actief zijn, probeer je BMI in de smiezen te houden, is niet altijd makkelijk. Niet dat ik dat weet, maar daar heb ik wel van gehoord. Alcohol, weinig. Vroeg kinderen krijgen, ja. Ja. Dat is nou weer zo ingewikkeld. Dat mag ik dus ook nooit zeggen. Ik geef colleges aan derdejaarsstudenten medicijn en 80% is vrouw. En die zijn allemaal 22, 23. En als ik zeg van ja, ga nu naar huis om kinderen te krijgen, want dat is goed tegen borstkanker. Dan krijg ik ongelooflijk om het donder van mijn dochter, die nu inmiddels 34 is. En ik ben geen opa. Dus, en ik zeg helemaal niet wat ik daarvan vind. Helemaal niet, want ik ga daar niet over. Maar goed, vroeg kinderen krijgen helpt wel degelijk. Lange borstvoeding. Kijk, ik moet een beetje compact zijn met mijn presentatie. En als ik moet stoppen, stop ik. Maar er is toch een soort vuistregeltje. De jonge vrouw, het meisje van voor de oorlog, die op de 16e de eerste ongesteldheid kreeg. Op de 21ste de eerste kind. Dat 5 of 6 kinderen volhield met allemaal een jaar borstvoeding. En op de 47ste in de overgang geraakte. Die heeft nog niet de helft risico om het krijgen van borstkanker. Dan een meisje van nu. Wat op de 11e de eerste ongesteldheid heeft. Wat op de 32ste het eerste kind heeft. Wat op de 54ste nog vrolijk ongesteld is. Mag van mij. En dat heeft allemaal te maken met ons gezond zijn. We hebben veel minder tegenslagen in ons leven. We zijn veel gezonder. Dus die vruchtbaarheid van ons, vrouwen, ja, daar hoor ik niet zo erg bij, die wordt optimaal benut. Dus elke keer worden die borsten maar gestimuleerd en kunnen die foutjes ontstaan. Daar zit de truc. En langs borstvoeding, ja, dan gaan die borsten niet door de cyclus heen. Vroeg kinderen krijgen, helpt dus ook. Nou, weer even een doekje. Die sinus loopt steeds leeg. Oké, dus we moeten slimmer zijn. En ik vind dit wel leuker. Ik denk dat ik voor een deel van het gehoor hier de handen op elkaar krijg. En een deel ook weer niet. Nou, slimmer opereren, slimmer bestralen, slimmer chemo en slimmere volgorde van behandeling. Oké, even een paar voorbeeldjes. Wie denkt dat lymfklieren uitzaaiingen naar het lichaam tegenhouden? Wie denkt dat de lymfklieren dat doen? Hand omhoog. Wie denkt dat de lymfklieren de uitzaaiingen naar het lichaam toe tegenhouden? Nope. Niet waar. Als een borstkanker wil uitzaaien, dan doet hij dat vanuit zijn primaire tumor. Met de bloedvaatjes daaromheen.
Daar zijn ook lymfebaantjes, daar kunnen ook cellen in loslaten en die worden meteen gevangen in die lymfklier. Maar voordat ze in die lymfklier zo verder groeien en dan het lichaam in, het kan wel, maar het is lang niet de hoofdoorzaak. Dus die lymfklieren die worden eigenlijk belangrijk overgewaardeerd in narigheid. Nee dus, hupsa. Dus okselklieren slimmer behandelen. De schildwachtklier, dus de eerste lymfklier, die in de lymfe en de tumorcelletjes van het tumor ontvangen, de schildwachtlymfklier, die moet je eruit halen. Is die schoon, is het klaar, is er een uitzaaiing in, kan je het bestralen. Hoef je helemaal geen operatie meer. En je kan ook de lymfklieren schoonmaken door middel van eerst chemotherapie. Dus eigenlijk is er helemaal geen reden meer voor complete, bijna geen reden meer voor complete okselklieroperaties. De groene balkjes was vroeger de operaties voor borstsparend en borstamputatie, waar ook een complete okselklieroperatie is gedaan. En de blauwe balkjes is waar het niet is gedaan. En wat zien we? Wordt nauwelijks nog okselklieroperaties, complete okselklieroperaties uitgevoerd. Met gelijkblijvende genezingskansen. Echt absoluut gelijkblijvende genezingskans. Trust it. Dus heel veel minder vaak dit probleem. Oké. Wie denkt dat een borstamputatie beter is dan een borstsparende behandeling? 1. Nee. Alweer niet waar. Als je op goede indicatie een borstsparende behandeling uitvoert en je zou op diezelfde indicatie de amputatie doen, bijvoorbeeld een relatief kleine borstkanker, dan is de uiteindelijke genezingskans precies hetzelfde. Ja, er zijn zelfs statistieken die stiekem beweren dat de groep vrouwen die een borstsparende behandeling hebben gehad, het net een snufje beter doen dan die een amputatie hebben gehad. Nou zijn dat ingewikkelde populatie, bevolkingsstatistieken van onze grote database van borstkankerpatiënten. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Het is in ieder geval zeker niet slechter. Het wegnemen van de borst zal je geen dag langer laten leven. Dat is iets wat je in je kopje moet houden. En de kans dat het naar borstsparende behandeling terugkomt, dit is veel te klein, maar ik zeg het hardop. De kans dat het naar borstsparende behandeling terugkomt, is uitermate klein. Dit is een hele grote studie, in Europa gedaan, 7000 patiënten. En de recidiefkans, dus de kans dat er weer een nieuwe borstkanker wordt gevonden, die is, jullie kunnen het allemaal zien, tussen de 1,4 en 3,5%. Die is ongeveer 2%, 2 op de 100, in 5 jaar. Dus dat is nog geen kwart patiënt op per jaar. Dus dat is safe, dat zit goed. En dat kunnen we goed in Nederland, maar ook in de wereld. Oké. Wie denkt dat snel opereren beter is dan eerst chemotherapie? Snel die tumor eruit. Of eerst chemo, ja. Ah, het is niet eerlijk. Jullie zijn te veel op de hoogte. Dit vind ik flauw. Nee. Nou, dat is nou, vind ik nou jammer. Vorig jaar was het nog anders. Toen zei een deel van, nee, eerst moet die tumor eruit. Overigens wordt dat heel vaak als patiënten voor consult komen of overleg. Dan zeggen we, ja, eerst die borst er maar af, want dan ben ik van die tumor af. Begrijp ik, maar zo werkt het niet. Want snel opereren is beter dan eerst chemotherapie. Nee. Snel opereren is gauw het hek dicht doen als de paarden al zijn weggelopen. En dat is misschien niet zo handig. En daarom hebben we gelukkig Marleen Kok en al de haren die slimme chemo toepassen. En als je tevoren op grond van de prognose, van de tumorstatistiek, van de kanker, van die individuele patiënt, van tevoren zeker weet dat je chemotherapie een goed advies is, dat het voor die vrouw zeker een betere prognose gaat betekenen. Hoe dat precies gaat, ga ik nu niet op in, maar als je dat van tevoren zeker weet en je geeft dat stevig advies van die patiënt, dan kan je maar beter met die chemo beginnen. Want je kan dan die tumor zien wat je doet. Je kan vaker veilig de borst sparen. Het komt heel regelmatig voor dat je mini-uitzaaiingen in de oksel-lymfklieren steriliseert. Het scheelt ook voor de behandeling. Steriliseert, dat snap je wel, hè?
met die chemo om zeep helpt. En vaker oxosparend. En je behandelt eerst het lichaam. En dus jaag je die paarden weg. Oké. En slimmer chemo als je er wat aan hebt. En omwille van de tijd ga ik nu niet op deze dingen in. Het filmpje maakt het duidelijk, dus deze slide kan ik ook heel vlug doorheen gaan. Om elke borstkankerprobleem snel, in ieder geval goed en tijdig het hoofd te kunnen bieden, moet je alles onder een dak hebben. Of moet je niet, vinden wij dat je alles onder een dak hebt. En tijd. Nou, extra diagnose, therapieplan samen uit te stippelen, de plastisch chirurg, de klinisch geneticus, voor de jonge vrouwen de fertiliteitsarts, de radiotherapeut, tijd om aan het idee te wennen, tijd om thuis op het werk alles te regelen. Dus, diagnose borstkanker. Oh mevrouw, ik kijk eens even op mijn programmaatje. Nee, volgende week dinsdag kan ik wel opereren hoor. Nergens goed voor. Die tumor, die heeft zich daar al 2, 3, 4, 5 jaar ontwikkeld. Die 2, 3 weken maken helemaal niets uit. Dus ik zeg altijd, neem de tijd. Je hoeft je niet te haasten. Zorg dat je goed geïnformeerd bent en dat je vertrouwt in je behandeling en je behandelaars. Oh, dan weer zo'n lange lijst. Maar goed, dit hebben we allemaal nodig om het goed te doen. Je gelooft me vast. Dank voor je aandacht. Dankjewel, Emiel Rutgers, voor het duidelijk verhaal. Later op de avond kunt u een vraag stellen aan hem. Nou, dan gaan we nu luisteren naar het verhaal van Rachel Fransen. Rachel die werd een jaar geleden geconfronteerd met het feit dat ze borstkanker heeft. Kreeg toen de diagnose borstkanker. En ze noemt zelf dat ze een lichte variant had van borstkanker. Borstkanker light. Ze is behandeld en ze is beter. Ze is een jaar verder. Ze noemt zichzelf een ongelofelijke masselaar. En ze heeft een boek geschreven. 100 dagen kanker. Rachel Fransen. Doet dit ding het ook of niet? Mag dat? Ja hoor. Zet hem maar in. En Emiel, mag ik dan deze lenen? Oh ja. Ik pak ook een glaasje. Hallo allemaal. Ik pak ook een glaasje water. Want het is de eerste keer überhaupt dat ik een lezing geef. Dus... misschien dat ik tegen de vlakte ga en dan is zo'n glaasje water nog zo gek niet. Alsjeblieft. Ja. Dan kun je me straks vinden. Nou, nee, het gaat wel, denk ik. Misschien kijk ik niet helemaal. Ik kan ook niet uit mijn. Ik heb vanmiddag geprobeerd om deze lezingen in mijn hoofd te stampen. Iedere keer ging ik huilen als ik hem voorlas. Dus dat is gewoon niet gelukt. Ik ben daar te nerveus en nog een beetje te. Labiel misschien ook voor, want als ik zo weer terugdenk aan dat hele jaar en aan die periode, dan is het lang niet zo light als dat ik omschrijf. Het heet borstkanker light, dat heb ik bewust gedaan omdat het een periode van 3 maanden was en ik ga u vertellen waarom en hoe. Nou, ik ben dus Rachel Fransen en ik mag hier spreken omdat ik uitgenodigd ben als ervaringsdeskundige. En ik kan u vertellen, dat ben ik. Ik heb er zelfs een boek over geschreven, Zo ervaren ben ik. Ik ben trots en vereerd dat ik hier mag spreken, maar het voelt ook enorm ongemakkelijk. Het voelt ongemakkelijk omdat ik geen alledaags boek over borstkanker schreef. Ik heb een nogal positief, enigszins vrolijk, zelfs optimistisch boek geschreven. En ik weet helemaal niet welke diagnose u heeft gekregen, hoe intensief en zwaar uw behandeling wordt of inmiddels al was. Ik wil u vooral op het hart drukken dat ik borstkanker nooit zal bagatelliseren. Ik zal er nooit lichtvoetig over nadenken of over denken. Dit boek is een optimistisch en vrolijk verslag geworden, omdat ik zelf die mazzelaar was. Omdat ik enorme mazzel heb gehad. En ik zal u vertellen waarom. Het is vandaag 17 oktober. Een mooie herfst-oktoberwoensdag. En vorig jaar 17 oktober had ik geen idee wat er komen ging. 17 oktober 2017 was een redelijk normale dinsdag. Ik werkte aan een nieuw te maken televisieprogramma. Dat was een nieuw idee bedacht wat ik mocht gaan uitvoeren. En ik had daardoor heel erg veel vergadering op heel veel verschillende locaties. Dus ik crosste eigenlijk met mijn autootje en de tram en de fiets door de stad. Het was een hele drukke, chaotische dag. De dag ervoor was ik bij de huisarts geweest. Ik had een vreemde, rare plek in mijn borst ontdekt. Een warme, rare plek. Een beetje rood ook. Ik had ontdekt tijdens een weekendje Parijs.
Voor het tijdschrift Linda was ik op pad gestuurd voor een klus. Op vrijdag de 13e, en ik verzin het echt niet, maar op vrijdag de 13e reisde ik op kosten van de Linda met de Thalys naar Parijs om daar 5 cancan danseressen van de Moulin Rouge te interviewen. Daar was ik ontzettend trots op en heel blij mee. Dat wilde ik eigenlijk vroeger worden, maar dat mocht ik niet van mijn ouders. Dus het was zomers warm, een beetje zoals Nederland de afgelopen dagen. De zon scheen, Parijs was mooi, de mensen waren vrolijk en vriendelijk. Ik was een beetje aan het flirten ook, dat ging vanzelf. En het was een geweldig weekend. En midden in de nacht, op zaterdag 14 oktober, ik was alleen op mijn hotelkamer, werd ik wakker door een zeurend gevoel in mijn borst. Waarschijnlijk ga ik nu ook de hele tijd aan die borst zitten, maar dat is een, ik weet niet of jullie dat ook allemaal hebben, maar je gaat vanzelf steeds aan die plek zitten als je erover praat. Dus dat moet je me maar vergeven. Maar er duwde iets als ik op mijn zij lag en er brandde iets en het broeide en het voelde warm. En ik durfde er eigenlijk gewoon niet aan te zitten. Omdat ik ook wel dacht, goh, wat is dat gek. En ik lag daar alleen in dat hotel en ik durfde het niet echt te ontdekken wat er nou aan de hand was. Dus pas de volgende dag, weer thuis op 15 oktober, liggend in bad, durfde ik de plek met mijn vingers te onderzoeken. En er zat iets hards, een hard stuk wat ik met 2 vingers beet kon pakken. Maar kon het niet echt bewegen. Ik kon wel echt heel goed 2 vingers er zo omheen zetten, maar ik kon er verder niks mee. Het was een soort stugge erk, maar dan groter, een beetje platter. En ik sliep heel slecht die nacht. Het spookte heel erg door mijn hoofd. Het zal toch niet? Ik probeerde mezelf gerust te stellen. Borstkanker deed tenslotte zelden pijn en je brandde niet en het werd nooit rood. Ik heb heel lang bij de Viva gewerkt. Daar schreef ik over seks en psyche en deed ik ook een vragenrubriek. En had ik heel vaak antwoord gegeven op dit soort vragen. En ik dacht, ik weet het wel. Borstkanker, dat voel je niet. Je voelt wel een knobbeltje, maar het zal geen pijn doen. Het is niet warm. En toch zat ik bij de huisarts de volgende dag. Want ik vond het toch een beetje raar. En die vond het ook gek. En hij dacht aan een ontsteking. Een soort geïrriteerd melkkliertje had hij het over. Zoiets. Nee, niks om je zorgen over te maken. Valt allemaal mee. Maar ga dan maar wel even voor een echo. Ga dan maar wel even naar het ziekenhuis. Protocol. Ga daar toch maar even heen. En zo kwam het dat ik pas 4 dagen later voor die echo ging. Ik dacht, nou ja, een ontstekentje. Ik had heel veel leuk werk en klussen en druk. En ik moest nog bellen en vergaderen. Ik dacht, nou, dat komt wel. Dus pas 4 dagen later moest ik naar het regioziekenhuis. Naar de mamapoli van het regioziekenhuis. En ik dacht dat ik voor een echo ging. Maar ik werd in zo'n gezellige mammografie. Hoe heet het? Een mammogram? Mammografie? Gelegd. Zo'n klem in ieder geval. En daarna een echo. En wat er toen volgde wilde ik graag voorlezen, een stukje uit mijn boek. De radioloog is vrij resoluut. Wijs eens aan waar u dat knobbeltje precies voelt. Op de plek die ik heb aangewezen schuift ze door de gel over mijn borst. Wat ik daar zie verontrust me, zegt ze. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet zien. Kijk maar even mee. Ziet u die donkere vlek? Kijk, als ik hem zo opmeet is hij ongeveer 9 mm. Ziet u hem? Als ik het zo bekijk, ben ik daar helemaal niet gerust op. En ze kijkt me aan. Wat bedoel je, vraag ik. Mag ik tutoyeren? Mag ik je en jij zeggen? Wat zie je dan? Zeg het maar. Vertel me nou wat je ziet. Ik zie een tumor van 9 mm. En als je het mij zo vraagt, ja, dan zie ik borstkanker. De radioloog wil meteen een biopt afnemen. Een stukje weefsel uit de tumor. Om dat in het pathologisch laboratorium te laten onderzoeken. Om zekerheid te krijgen over de tumorcel. Voor ik het weet wordt alles in stelling gebracht voor een ingreep. De gel voor de echo wordt weggepoetst, de plek wordt ontsmet en ik krijg met behulp van een injectie een verdoving toegediend. Wat ik nu ga doen is niet prettig. Ik schiet er via 2 kanten een dikke holle naald in, waarmee ik 2 kleine hapjes weg kan nemen uit de tumor. U zult het misschien een beetje voelen, maar u zult vooral schrikken van het geluid. Bent u er klaar voor? Ik knik, maar ik heb eigenlijk geen idee of ik er klaar voor ben. Ik geloof dat ik nu even helemaal nergens klaar voor ben. In welke verschrikkelijke film ben ik sinds een half uur eigenlijk terechtgekomen? Met een harde klap schiet er iets naar binnen in mijn borst. Ik voel geen pijn, maar wel een enorme opdonder. Alsof er zojuist op me geschoten is, denk ik. Dat is ook nog nooit gebeurd. Een tweede klap volgt. De biopten zijn afgenomen. Ik kijk naar beneden. Ik voel niks, ik zie niks, geen bloed, geen gaatjes. De verpleegkundige plakt de plek af met een stuk flink gaas en tape en duwt er stevig op. Vanavond mag het gaas er weer af. En als u wilt, kunt u gewoon douchen.
Ik heb een glaasje water gekregen, tissues voor mijn tranen en een briefje met daarop een afspraak voor aankomende dinsdag. De uitslag van de biopte zullen dan binnen zijn. Op een apart briefje schreef de radioloog de namen en nummers van twee artsen die echt top zijn. Echt twee fantastische artsen zorgden ervoor dat je bij hen terecht kunt. Een mokerslag is het. Een bom. Een volle vuist midden in mijn gezicht. De vrouw die met een ontstekentje het ziekenhuis binnenliep, komt met borstkanker. Gaat ze alweer. Sorry, dat heb ik altijd. Bij deze zin heb ik het altijd. Kom met borstkanker weer naar buiten. Als verdoofd loop ik naar mijn auto. Het verbaast me dat ik hem terug kan vinden. Mijn hoofd tolt, er is te veel gezegd. Mijn hersenen zijn het slechte nieuws aan het verwerken. En het laadje kanker bestaat nog niet. Gisteravond, ik ga nu gewoon weer verder met mijn lezing, dit was een stukje. Gisteravond kwam ik terug van weer een weekendje weg. Dit keer geen klus, geen betaald reisje. Dit keer vloog ik met mijn zoon van 16 naar Malaga. Om het leven te vieren. Precies een jaar nadat ik die vreemde plek ontdekte. Om te vieren dat ik die grote mazzelaar bleek. Want na precies 100 dagen kreeg ik te horen dat ik beter was. 100 dagen en geen dag langer had ik kanker. 3 maanden was ik ziek zonder me een dag ziek te voelen. Ik had er geen idee van dat scenario ook bestond. Borstkanker was voor mij een zwart scenario. Het doemscenario van operatie, bestralingen, chemotherapie, een afvalputje vol haar, zwaar ziek zijn, misselijk, nauwelijks nog uit je bed kunnen komen, wie weet zelfs amputatie. Niet in de laatste plaats omdat mijn eigen moeder 3 maanden voor mijn diagnose een borst kwijt was geraakt aan kanker en die nu een psycholoog bezocht die haar hielp haar huilbuien en haar somberte te hanteren. Al bij de uitslag van het biopt, 4 dagen na de echo, bleek mijn hormoongevoelige kanker, 100% oestrogeen, 100% progesteron, bijzonder goed behandelbaar. Ik ging er niet aan dood. Een operatie plus aanvullende behandeling zouden volstaan. De grote klap, de diagnose borstkanker, leek plotseling te overzien. Een MRI moest uitsluitsel geven of de kanker netjes in de tumor was gebleven. Even leek het dan toch een zware traject te worden. Ondanks dat ik een speciale mammapoli bezocht, alles was ingericht op borstkanker, bleken 2 artsen in het regioziekenhuis minder positief. Mijn borstweefsel was compact, het beeld van de MRI was diffuus. Het was niet helemaal zeker dat de kanker niet ook elders in het weefsel zat. Bovendien zat mijn tumor, die geen 9 mm groot was, maar een kleine 2 centimeter, op een lastige plek. Veiliger en mooier was het om een ablatio, ofwel huidsparende amputatie uit te voeren. Een amputatie waarbij al het borstweefsel verwijderd zou worden. Het voelde niet goed. De 2 artsen die ik raadpleegde hadden uiteraard het beste met me voor, maar het voelde te rigoureus. Een second opinion, leven de intuïtie, hier in het Antonie van Leeuwen, bevestigde godzijdank opnieuw de simpelheid van mijn kanker. Mijn tumor van een kleine 2 centimeter kon borstsparend verwijderd worden en 21 keer radiotherapie, bestraling, zou voldoende zijn om de kankercellen uit te bannen. Uiteraard moesten er dan geen micrometastase worden gevonden in de poortwachtersklier. Ook daarom schreef ik mijn boek. Had ik niet durven doorvragen, had ik aangenomen wat mij in het regioziekenhuis werd aangeraden, dan was ik mijn rechterborst kwijtgeraakt. Ik wil benadrukken dat een second opinion een mogelijkheid is. Dat je mag twijfelen aan je behandelend arts. Dat het geen schande is om door te vragen of elders een oordeel te vragen. Het heeft mij een veel langer, pijnlijker en emotionele traject en een amputatie bespaard. En zo werd ik op 28 november geopereerd. 10 dagen later hoorde ik dat er geen uitzaaiingen waren aangetroffen. En op 30 januari lag ik voor het laatst in bestralingstoestel A5. Mijn grote vriendin. En op donderdag 1 februari was de oncoloog het met mij eens dat hormoontherapie weliswaar 6% minder kans op borstkanker zou geven de komende 10 jaar, maar niet noodzakelijk zou zijn. Ik was beter. Niet genezen, ik mag het niet zeggen, maar wel beter. Ik had het nooit durven denken. Het zusje van mijn vader stierf aan alvleesklierkanker. 3 maanden na de diagnose overleed ze. Kanker was de killer van de zus van een van mijn vrienden. De darmkanker vlat haar weg. Euthanasie hielp haar uit haar lijden. Borstkanker was de sleutel. Nou,
gaat lekker. Borstkanker was een sloper die een vriendin bijna om zeep hielp. Een amputatie in 8 chemo's vernielde haar lichaam. En kanker nam mijn moeder dus te grazen. Mijn moeder, die er minder goed van afkwam. Ze verloor haar borst en haar zelfvertrouwen. En nog steeds, 1,5 jaar later, is ze bijna dagelijks in tranen. En met de hormoontherapie is ze na 4 totaal verwarrende maanden gestopt. Maar wat had ik dan? Ik had ook kanker, borstkanker, een tumor vol kankercellen. Maar ik kwam goed weg. Je fietste er doorheen, omschreef dokter Rutgers het later. En ik was geen uitzondering. 20% van de borstkankerpatiënten, 1 op de 5, maakt zo'nzelfde korte traject door. En het rare is, het lijkt wel alsof je het niet hardop mag zeggen. Ik gaf een interview aan de Volkskrant en ik was op de tv. Ze had geen kanker, mompelde een oude wijze arts op de website van een universiteit. Ze had geen kanker, ze had een voorstadium, siste een mevrouw op Twitter. Maar echt sorry, ik had echt borstkanker, maar dan een lichte, nog niet zo heel bekende variant. Om die reden schreef ik dat boek. Want de diagnose borstkanker betekent niet in alle gevallen maandenlange ziekmakende chemo's of langdurende ziekenhuisopname. 1 op de 5 vrouwen maakt zo'nzelfde traject door als ik. Mag ik het een tijdelijk ongemak noemen, deze lichte variant van borstkanker, vroeg ik aan Emiel Rutgers toen ik hem voor mijn boek interviewde. Ja, antwoordde hij stellig, dat mag. En nee, daar doe je dit soort gevallen zeker niet mee tekort. Ik denk zelfs dat het heel goed is om er zo relativerend mee om te gaan. Iedere tumor is uniek, iedere patiënt ook. De tekst hier in de hal, die me eerst zo tegenstond, omdat ik hem zo confronterend vond, is me nu heel dierbaar geworden. Want zo is het. Iedere patiënt is uniek en iedere tumor ook. Nou, je hoeft je geen enkele zorgen te maken, Rachel, over je lezing. Want je deed het echt fantastisch. Dank je wel. Mooi verhaal. Heel goed. Een ander onderwerp. Zo'n 77% van de vrouwen die hier in de Antonie van Leeuwenhoek behandeld wordt en een borstamputatie moet ondergaan, kiest voor een directe borstreconstructie. En in Nederland is dat maar 25%. Nou, wat zijn nou de voordelen van een directe borstreconstructie? Onze plastisch chirurg Marieke van den Berg die gaat er meer over vertellen. Aan mij de taak, goedenavond, om inderdaad te vertellen over de voordelen van een directe reconstructie. We hebben net gehoord dat bij heel veel vrouwen gelukkig een borstsparende operatie mogelijk is. Dat betekent dat je maar een deel van de borst weghaalt. Maar als het nou toch nodig is om een borstamputatie te doen of een ablatie van de borst, dan betekent het dat je al het klierweefsel weg moet halen. En dat doen we hier inderdaad heel veel. En bij heel veel van die vrouwen doen we ook direct een reconstructie. Dus in dezelfde operatie, zodat je niet plat zonder borst wakker hoeft te worden, maar dat het direct een reconstructie is. Als je denkt aan een amputatie, denk je eigenlijk, als ik denk aan 30 jaar geleden, heb je het over het weghalen van de hele borst met een groot deel van de huid en de tepel en dan een litteken op de borstkas en niks meer. We zijn al heel veel verder dan dat, dus we kunnen ook steeds meer, ook op het gebied van reconstrueren. En hoeft dat veel minder. Het gaat inmiddels, weten we eigenlijk, om het borstklierweefsel. Het gaat niet om de huid en het gaat ook heel vaak niet om de tepel. Dus je kan de huid bewaren en de tepel bewaren en alleen de binnenkant weghalen. Je maakt de borst eigenlijk leeg. Als je dat niet doet, hè, zoals je een amputatie vroeger deed, heb je de buitenkant niet bewaard en moet je dat gaan oprekken. Moet je de huid oprekken of huid toevoegen van een andere plek. En dat geeft bijvoorbeeld een litteken ergens anders. Even kijken hoor, dan heb ik volgens mij nog die. Ja, er zijn heel duidelijk heel veel voordelen van een borstreconstructie. Waarom doe je dat en waarom doe je dat graag ook direct? Nou, het is heel logisch, maar je voelt je minder verminkt, het geeft minder verminking, minder confrontatie, een beter zelfbeeld en daarmee vergroot het ook je zelfvertrouwen, een beter gevoel van vrouw zijn. En heel simpel, het is ook echt heel makkelijk in je kleding. Het is praktisch niet, je hoeft niet in de BH een prothese te stoppen, want hij zit onder je huid en hij kan niet verschuiven. Uh,
Ja, ga ik het plaatje naar beneden. Ja, want hoe gaat dat nou? Als we dat doen hier in het ziekenhuis, dan leg ik aan de patiënt op de poli eigenlijk altijd uit, nou, aan de hand van zo'n plaatje. Ik denk dat ik ook een pointer heb. Dat je, als je de borst tekent met de tepel daarop, als je de borst, huid en de tepel wil besparen, wat vaak kan, dan maak je een snee net onder de tepel langs en een klein stukje naar opzij, waardoor de chirurg naar binnen kan en die maakt dan die hele borstklier leeg met een beetje de uitloper naar de oksel. Dan heb je een lege huidenvelop met op de bodem de borstspier, de grote borstspier, die ligt eigenlijk als een waaier op je borstkas. En die gebruiken we ook, want die maken we langs de onderkant los en een klein beetje langs het borstbeen los, zodat je hem optilt als een motorkapje. Daaronder doe je de prothese en dan sluit je die huid en die spier weer aan elkaar vast. Dat ziet er dan in een schemaatje een beetje zo uit. Die grote borstspier, die maak je los. En de groene lijn is eigenlijk de plooi van de borst. Die blijft staan, want de huid wordt bewaard. En als je dan van de zijkant kijkt, ziet dat er zo uit. Dan zie je dus de ribben. Dat zijn meest links zie je de ribben. Voor de ribbenkast ligt een prothese en aan de bovenkant ligt de spier en de huid er onderaan vast. Je kan een directe reconstructie op verschillende manieren doen. Je kan het ook doen bijvoorbeeld met eigen weefsel of een combinatie van eigen weefsel en een prothese. Maar ik heb het nu eigenlijk alleen over het direct plaatsen van de prothese. Dat is wat ook de meest eenvoudige manier is om de binnenkant die je weghaalt op te vullen. Maar er zijn dus meer mogelijkheden dan dit, maar ik beperk me even in de uitleg tot deze techniek. Belangrijke vraag. Is het veilig? Dat gaan natuurlijk een heleboel vrouwen willen weten. Want moet je het wel doen direct? Maakt het uit voor de behandeling? Nee, maakt niet uit voor de behandeling. Maakt het uit voor de controle daarna? Kun je nog wel goed zien of er dan nog iets aan de hand is? Of dat er nog iets nieuws bij komt? Ja, kun je ook goed zien. Dus het maakt echt niets uit voor de opsporing van nieuwe dingen, voor de behandeling. En is veilig. Dus als er gezegd wordt, het is niet veilig om dat te doen, wat heel af en toe nog wel eens langskomt, dat is echt onzin. Als iemand zegt, dat kan nu niet, want dat moet je wachten 10 jaar of langer. Onzin. Dat is niet waar. Dan ga ik nu even, André kijken, want die zit te filmen. Ja, ik ga een paar voorbeelden laten zien van resultaten en aan de hand daarvan nog even wat meer uitleggen. En dat is wel voor jullie in de zaal, maar voor de mensen thuis, sorry, in de stream doen we hem niet. Dus de camera wordt op mij alleen gericht. Kijk, dit is wat ik vertel. Hè. Als je een hele borst met huid weghaalt en je kan zien dat het dan heel strak dichtgemaakt wordt, dan ben je eigenlijk alles kwijt. Ook hartstikke zonde. Dan heb je iets nodig om de buitenkant te maken en niet alleen de binnenkant. Dus moet je veel meer doen. En dat is ook jammer, want die huid wordt dun als je hem oprekt. Die kwaliteit is minder goed en dat kan ook fout gaan. Kost echt extra operaties, extra littekens vaak. Ik heb nog een plaatje van als je ziet hoe dat dan eruit ziet met zo'n opgerekt ballonnetje. Ziet er ook een beetje raar uit. Het wil niet helemaal rekken. Je bent eigenlijk al die mooie markeringspunten van de borst kwijt. Je bent de tepel kwijt. Dus het is eigenlijk zonde als je dat niet bewaart. Want dat kan vrijwel altijd. Dan een foto van iemand die beiderzijds de borst kwijt is geraakt. En dan zie je dat als je een ingewikkeldere manier moet vinden om al die huid weer toe te voegen, dat betekent dat je een groot litteken moet maken. In dit geval bijvoorbeeld op de buik. Dit is niet een reconstructie met een prothese, maar met eigen weefsel van de buik. En dit is dus ook niet een directe reconstructie. Maar dit moet je doen als het niet direct gedaan is en je wil het alsnog doen. Bijvoorbeeld. Of dit kun je doen als het niet direct gedaan is en je moet het alsnog doen. Maar je ziet dat je dan toch een litteken moet maken op de rug. En dat is niet nodig soms, dus zonde. Hier zie je een voorbeeld van wel een directe reconstructie. Dus je ziet dat de huid bewaard is, de tepel niet. Dat kan dus ook inderdaad niet altijd. De chirurg zal altijd zeggen, mag het? Hè, wat de kanker betreft mag het bijna altijd. Eigenlijk mag het altijd. Wij kijken ook naar hoe ziet de borst eruit, wat gaat er voor prothese in, hoe groot moet die, wordt die kleiner. En je kan je voorstellen dat een borst die heel groot is, waar een compactere prothese in gaat, dat het niet lukt om die tepel op de juiste plek te krijgen. Of dat er te veel huid is en als je die borst helemaal leeg maakt
en de huid dun maakt, dan komt de doorbloeding niet meer door de borstklier naar de huid toe, maar die moet vanuit de randen naar de huid toe. En als er heel veel huid is en ver weg dat bloed ver moet reizen, dan doet die huid het vaak niet goed en de tepel ook niet. Dus dat kan een reden zijn voor ons om te zeggen, wij kunnen bij de reconstructie de tepel niet bewaren, maar je kan altijd voldoende huid bewaren om wel een prothese te plaatsen. En je kan later een tepelreconstructie doen. Dan een voorbeeld van wel een directe reconstructie met een tepel bewaren. Je ziet eigenlijk links het plaatje best snel na de operatie dat de drain er net uitgehaald is. Dus dat is zo'n 10 tot 14 dagen na de operatie. En dan ziet het er nog een beetje rommelig uit, een beetje beurs ziet het eruit. Dat is soms ook nog veel rommeliger. Dat komt omdat wij, wat ik net vertelde, als je die spier optilt en die prothese onder de spier plaatst en de huid en de spier weer aan elkaar vastzet, overal hechtingjes plaatst om die lagen goed aan elkaar vast te maken. En wat we ook doen, de chirurg gaat bij het opereren net een beetje langs de grenzen van de borst. Dus die gaat eigenlijk net langs de onderrand naar buiten, aan de zijkant naar buiten. En die prothese heeft heel erg de neiging om een beetje naar buiten weg te zakken. Maar die moet in décolleté blijven zitten. Dus wij zetten in de rand, onderkant, aan de zijkant, allemaal hechtingen. En dat zie je niet als draadjes aan de buitenkant, maar dan zie je eigenlijk putjes waar de huid op de bodem vastgezet wordt. En dat ziet er in het begin vaak rommelig uit. Veel vrouwen zeggen, gaat dat nog weg? Ja, dat gaat nog weg. Want na een maand of drie, want deze drie maanden tussen, kijken we eigenlijk altijd pas hoe het geworden is. Dan is het veel gladder geworden, alle hechtingen zijn opgelost. En dan is het hartstikke mooi geworden. Dit is een voorbeeld van een wat grotere borst, waarbij je ziet dat ook bij een toch wat grotere prothese het heel goed mogelijk is. En wat er ook zo ontzettend duidelijk te zien is, als je nog even denkt aan dat plaatje van een tissue-expander, als je een plat vlak moet oprekken, hoe moeilijk dat is om daar weer die hele plooi van die borst te maken en hem een beetje hang te geven. En als je ziet bij deze borst, zie je dat het bewaren van die plooi aan de onderkant van de borst en het bewaren van de tepel heel veel helpt, omdat het er direct heel veel natuurlijker uitziet. Dan heb ik nog een laatste plaatje. Dit is iemand die beiderzijds geopereerd is. Dat doen wij natuurlijk ook wel. Hè? Want als je het hebt over borstsparend opereren en een borstablatie of een amputatie doen, er zijn best veel vrouwen die ook een gendrager zijn, die een groot risico hebben op het krijgen van borstkanker, dus die niet een borstsparende operatie zullen doen, omdat je eigenlijk al het borstklierweefsel kwijt wil. En die worden vaak aan beide kanten geopereerd en worden eigenlijk ook altijd geopereerd met een hele verwijdering van de borstklier, dus met een amputatie. Hier zie je ook, vind ik, aan de zijkant, de laatste foto zie je heel mooi aan de zijkant, dat het behoud van de plooi, behoud van de tepel, echt die vorm van de borst weer teruggeeft. Dat was hem al. Lekker kort was ik, hè? Ik hoop dat het duidelijk was. Beetje tijd ingehaald, denk ik. Heel goed. Volgens mij was het heel duidelijk. Dankjewel, Monique. We hebben het in het begin al gehad over het onderzoek. Waar we hier in het Antonie van Leeuwenhoek tot de internationale top behoren. En een van de nieuwe behandelmethoden van de laatste jaren, veelbelovende nieuwe methode, is immuuntherapie, behandeling van kanker. Bijvoorbeeld bij longkanker, bepaalde vormen van melanoom. Is immuuntherapie bij borstkanker ook een adequaat middel? Nou, dat onderzoekt artsonderzoeker Marleen Kok. Ja, dankjewel Edith. Ik heb een lopende microfoon. Om het toch een beetje dynamisch... Ja, lopende dokter met een wandelende microfoon. Allereerst vind ik het heel bijzonder dat jullie vanavond jullie vrije avond hier naartoe zijn gekomen om te horen wat we doen. Dus dank voor jullie interesse in ons werk. Ik ga het hebben over immuuntherapie. Dat staat vaak op de voorpagina en daar hoor je van alles over. Maar hoe zit het nou bij borstkanker? Is het een hype of is er hoop? Dat is het centrale thema van mijn praatje. Kijk of dit ook mobiel is. Ja. Nou, dan over het nieuws gesproken. Mijn verhaal deze dagen is natuurlijk lekker makkelijk. Want het heeft echt de voorpagina in het NOS-journaal gehaald. De Nobelprijs van de geneeskunde is dit jaar gegaan naar immuuntherapie tegen kanker. En naar twee mensen. Kijk, de pointer doet het. Ja, nou, dit is Jim Allison, dat is een Amerikaan. En dit is dokter Honyo, dat is een Japanner. En wat hebben zij nou ontdekt? Want dat, die immuuntherapie, wat hebben zij daar nou aan ontdekt? Zij hebben eigenlijk ontdekt hoe je kankerbehandeling daarvan kan maken door iets negatiefs te remmen. Dus wat kanker doet,
Kanker kan deels je immuunsysteem verzwakken, afremmen. En die medicijnen die we geven, die kunnen de rem weghalen, waardoor je afweersysteem weer beter de kanker kan herkennen. Dat is simpel gezegd waarom dit zo belangrijk is en waarom deze heren de Nobelprijs hebben gekregen. Ze hebben ook een hele leuke hobby, of althans die Amerikaan. En nou, dat hoop ik dat ik daar aan toe kom, dat eind van het verhaal, om dat ook nog te vertellen. Ja, nou, dat was allemaal leuk en spectaculair. En dit is een hele saaie grafiek. Daar ben je nou niet voor gekomen vanavond. Maar dit vat samen waarom immuuntherapie belangrijk is. Ik ga het allemaal uitleggen. Allereerst gaat het over melanoom. Ja, maar jullie waren gekomen over borstkanker. Maar als borstkankerdokters en onderzoekers kijken wij naar melanoom en longkanker, waar immuuntherapie al een doorbraak heeft veroorzaakt en waar het standaardbehandeling is. En als je dat beter begrijpt, dan weet je ook hoe je het mogelijk bij borstkanker kan inzetten. Dus wat is hier nou bijzonder aan? Allereerst de x-as. Dat is de factor tijd. U ziet 120 maanden, 10 jaar. Dus we gaan 10 jaar terug bij mensen met uitzaaiingen van melanoom. En dan op tijdstip 0 is iedereen in leven. Dus iedereen is net 100%. Dit waren mensen die waren uitbehandeld voor hun melanoom. Melanoom is een agressieve vorm van huidkanker. Die mensen hadden alle behandelingen al gehad. En die werden gevraagd of ze mee wilden doen aan onderzoek. En zo'n onderzoek waarvan we dan denken, ja, het werkt in een proefdier, in een muis, maar het moet een keer aan mensen worden gegeven. En daar is dan eigenlijk weinig kans van slagen. Maar hier gebeurde iets heel bijzonders 10 jaar terug. Dus mensen, een laatste strohalm, je doet het voor de wetenschap. Je zag ineens dat het aansloeg ook bij mensen. Dat is al heel bijzonder. Wat het meest bijzonder is, is dat we 10 jaar verder zijn en 20% van de mensen is er nog. Dus er is bij melanoom ineens 20 van de 100 mensen is nog in leven 10 jaar later. Terwijl die mensen levensverwachting hadden van een paar weken tot maanden. Dat is de doorbraak. Dus niet alleen een nieuw medicijn, wat het afweer kan manipuleren, maar ook dat het heel lang werkt. En die mensen die krijgen op dit moment helemaal geen behandeling meer. De behandeling is al lang gestopt. Want je eigen afweersysteem doet dan het werk. Als je je eigen afweersysteem aan de kanker kan laten herkennen, dan heb je geen behandeling meer nodig. Dan heb je een chronische ziekte. En dat is eigenlijk ook wat we bij borstkanker willen doen en mee bezig zijn. Het is toch allemaal complex en we hebben daar een filmpje van gemaakt. Om eens te laten zien hoe dat nou in het lichaam zou moeten werken. Zal ik eens kijken of ik dat aan de praat krijg? Ik moest ergens klikken. Iedere dag moet ons lichaam zichzelf beschermen tegen ziektemakers van buitenaf. Of van binnenuit tegen afwijkende cellen, zoals kankercellen. Afweercellen spelen een cruciale rol bij de bescherming van ons lichaam. Er bestaan verschillende soorten afweercellen en iedere soort heeft een eigen taak bij het beschermen van ons lichaam. Een belangrijke cel daarin is de T-cel, ook wel T-lymfocyt genoemd. T-cellen stromen mee in het bloed en kunnen zich dwars door de wanden van bloedvaten verplaatsen. Ze kunnen weefsels in en weer uit. Terwijl de T-cel door het lichaam reist, bekijkt hij alle cellen van het lichaam. De T-cel doet zijn checks met een soort voelspriet, de T-cel receptor. Hij checkt daarbij of er afwijkende cellen zijn, zoals hier bijvoorbeeld een virusgeïnfecteerde cel. Wanneer de receptor een afwijkende cel herkent, klikt hij vast. Vervolgens geeft de receptor een signaal aan de T-cel om over te gaan tot vernietiging van de afwijkende cel. Door het loslaten van dodelijke moleculen wordt de cel vernietigd. De T-cel speelt een belangrijke rol in de immuuntherapiebehandelingen bij kanker, omdat hij ook sommige vormen van kanker als afwijkend kan herkennen. Deze kan hij vervolgens vernietigen. Naast de T-celreceptor zijn er andere receptoren die de vernietigfunctie van T-cellen remmen. Deze receptoren heten checkpoints. Als deze checkpoints aangaan, geven ze een stopsignaal en kan de T-cel niet meer overgaan tot vernietiging van de afwijkende cel.
Kankercellen proberen de checkpoints van de T-cel te misbruiken door onterecht stopsignalen te geven. Op die manier zorgen ze ervoor dat ze niet vernietigd worden. Immuuntherapiebehandeling met checkpointremmers probeert dit misbruik door kankercellen te voorkomen, doordat ze het onterechte stopsignaal vanuit de kankercellen kunnen blokkeren. Bij deze vorm van immuuntherapie ontvangt de patiënt een infuus met checkpointremmers. De checkpointremmers stromen vervolgens met het bloed mee door het lichaam en komen zo ook in de tumor. Daar voorkomt een checkpointremmer dat de kankercel de T-cel remt door een blokkade op te werpen voor het stopsignaal. Nu de T-cel geen stopsignaal ontvangt, kan deze de kankercel wel vernietigen. Immuuntherapie met checkpointremmers is een standaardbehandeling voor onder andere sommige vormen van melanoom, niercelkanker en longkanker. Patiënten met andere vormen van kanker kunnen mogelijk in aanmerking komen voor immuuntherapiebehandelingen met checkpointremmers in een zogenoemde klinische trial. De T-cel kan verschillende soorten stopsignalen ontvangen van kankercellen. Voor deze verschillende stopsignalen worden ook verschillende checkpointremmers ontwikkeld. Veel van de immuuntherapiebehandelingen met checkpointremmers zijn nog in ontwikkeling. Op dit moment wordt in klinische trials getest welke combinaties van checkpointremmers het beste werken tegen verschillende soorten kanker. Kijk voor meer informatie over deze en andere vormen van immuuntherapiebehandelingen op onze website. Dus wat deze nieuwe behandelingen doen, hè, dus het is al standaardbehandeling voor andere kankerpatiënten, maar niet voor borstkanker. We remmen de rem, de checkpoints remmen we. En dat nog even terug naar die Nobelprijs, hè, want dat is dan weer, vind ik het mooie, dat die mensen van de Nobelprijs, die maken ook slimme tekeningetjes waar de Nobelprijs over gaat. Dus heb ik even erbij gepakt. Hè, dus we hebben de T-cel, daar hebben we net kennis mee gemaakt, een wit bloedlichaampje wordt dat ook wel genoemd. Ja, die moet eigenlijk de kankercel opruimen. En wat professor Rutgers in het begin zei, we delen, of in onze borst deelt van alles continu, of althans bij vrouwen die menstrueren. En daar gaat heel vaak wat mis. Maar die T-cellen, die moeten dat eigenlijk allemaal opruimen. Dus laten we die T-cellen een handje helpen, in ieder geval die rem van de kanker afhalen. Dat is het idee ervan. En die Nobelprijs is gegaan naar PD-1, een van die remmen. We hebben net al, bij wie werkt dat nou eigenlijk? Het gaat over borstkanker, maar dan heb je thuis kun je ook nog vertellen hoe het bij andere kankers, hoe de ontwikkelingen gaan. Dus we hebben al gehoord bij melanoom. Nou, liet u net zien dat het 20% was, maar het is inmiddels al 50% van de patiënten bij wie deze behandeling werkt. Bij longkanker is het 20%, blaaskanker, nierkanker, hoofd-halskanker en de ziekte van Hodgkin. En deze lijst is eigenlijk alweer verouderd. Elke keer als ik een presentatie geef, moet ik deze tabel weer opnieuw vormgeven, omdat er elke keer weer nieuwe kankervormen bijkomen die behandeld kunnen worden met immuuntherapie. Hoe zit het dan bij borstkanker? Borstkanker is heel erg slim en weet zich als geen ander niks aan te trekken van het afweersysteem. Dus we hebben als borstkankeronderzoekers een extra handicap. We hebben ook nog weer het voordeel, of dat is ook wel weer een nadeel, dat er al heel veel behandelingen zijn. Bij melanoom, 10 jaar terug, opereren, slappe chemo, eigenlijk niet eens aan wilde beginnen. En professor Rutgers had net al gezegd dat we al wel 100 behandelingen hebben voor borstkanker. Dus dat het wordt getest bij borstkanker gebeurt ook pas wat later. Want we hebben heel veel, hè, onze trucendoos is best al wel gevuld. Verder is het zo dat als je onder de microscoop kijkt naar borstkanker, je ziet minder afweercellen. Borstkanker weet heel goed die afweercellen van zich weg te houden. Dat noem ik wel eens een koude tumor. Weinig connecties met het afweersysteem. En die borstkankercellen zijn ook niet zo vreemd. Een borstkankercel kan zich gedragen als een normale cel. Waardoor die T-cellen, zag je dat filmpje, hè, die gaan op zoek naar vreemde dingen. En die borstkankercellen denken, nou, ik gedraag me gewoon als een normale cel. Dan word ik niet herkend. En borstkanker is dus uitermate slim. Maar ook bij borstkanker zijn deze medicijnen getest.
in klinische studies. Bij mensen die grotendeels waren uitbehandeld. Dus ik werk vooral met mensen met uitzaaiingen, waar niet alle behandelingen meer goed aanstaan, van wat is nou de nieuwe behandeling? En dan ziet u dat hormoongevoelige borstkanker, dit is de hormoonreceptor, kans van slagen van zo'n checkpointremmer 3-12%. Dat is laag. Werd op een congres gepresenteerd. Collega's waren teleurgesteld, liepen weg. Maar bij deze mensen werkt het lang. En als je dus eigenlijk geen behandeloptie meer hebt en je krijgt er een paar jaar bij, dat is wel de moeite waard. Dus wij zijn nu als een dolle op zoek naar testen om die dames eruit te vissen. Wie zijn dit? Dat is een ingewikkelde klus. Hier ziet u dat de getallen weer richting die 20% gaan, waar het bij melanoom ook ooit bij begon. Dat is bij de triple-negatieve borstkankers, waar we net ook al wat over hoorden. Dus de niet-hormoongevoelige. Nou, wat is triple-negatief? Ja, dat is eigenlijk een hele slechte definitie. Want wat we doen, als je drie dingen niet hebt, dan kom je met z'n allen in dezelfde categorie. Nou, dat is nou niet echt personalized, zoals ze dat noemen. Ja, dus je hebt deze dingen heb je niet en dan val je in deze categorie. Geen hormoontherapie, geen doelgerichte therapie, jonge vrouwen. En als er uitzaaiingen zijn, is de prognose somber. Dus hier behoefte aan nieuwe behandelingen. En daar zijn we hier in het Antonie van Leeuwenhoek mee bezig. Dus wij willen eigenlijk, dus dit is de borstkanker koud. Dit is een tumor. En dan ziet u daar drie knikkers. Dat laten we dat even, hè? Dat is een cartoon voor afweercellen. Nou, er zijn echt veel meer tumorcellen dan afweercellen daar. Koud. Hoe kunnen we nou deze situatie creëren? Dat er een tumor, dat al die afweercellen er naartoe gaan. Want dan heb je ook meer kans. Hè? Dan ziet u die PD-L1 die geremd kan worden. Hoe krijg je dit nou voor elkaar? Dat is een van onze onderzoeksvragen. Een dramatisch beeld uit de Eerste Wereldoorlog over het begin van chemotherapie. Chemotherapie werd ingezet als een wapen in de Eerste Wereldoorlog. En waardoor ontdekten we nou dat celdelingen aanviel, is dat de soldaten een probleem kregen met het afweersysteem. Chemotherapie doet wat met je afweersysteem. Het doet ook wat tegen de kanker. Maar het is je afweersysteem, het breekt een deel van je afweercellen af. Maar het is ook zo dat er slechte afweercellen zijn, die worden ook afgebroken. Dus ons idee is dat je dat misschien wel kan inzetten om de immuuntherapie te verbeteren. Dat je eerst door een beetje chemo de afweer verandert en dan de immuuntherapie geeft. Dat hebben we gedaan. Daar zijn we 3 jaar geleden mee begonnen in de zogenaamde tonic trial. Dat heeft niks met gin tonic te maken, dat is gewoon een makkelijk te onthouden naam. En daar zijn vrouwen uit heel Nederland voor verwezen. Dat zijn wij ook super blij mee dat heel veel ziekenhuizen hieraan hebben meegewerkt. En wij hebben hier inmiddels al meer dan 100 vrouwen op deze manier behandeld. Wat we hebben gedaan, dus iedereen krijgt anti-PD-1. Dat is de immuuntherapie. Hè? Die PD-1 was die Nobelprijswinnaar. Dus dit is de immuuntherapie. Maar we hebben verschillende voorbehandelingen. Want we wilden eerst het afweersysteem veranderen. Een controlegroep, mensen die alleen immuuntherapie hebben gekregen. Een beetje bestraling. Wat doet dat met je afweer, was de vraag. En 3 soorten chemo's hebben we getest, voorafgaand aan de immuuntherapie. In de gehele groep werkt het bij 20%. Dus dat heb ik natuurlijk net laten zien, hè? Daar begon het bij melanoom bij. En hier zitten ook vrouwen bij, die inmiddels 3 jaar geleden zijn begonnen. Die hadden geen behandeling meer, die vrouwen zijn er nog. Het is niet bij alle 20%, maar er zijn nu vrouwen in Nederland die dus door de immuuntherapie langer leven. Hoe zit dat dan met die voorbehandeling? Dat was onze onderzoeksvraag. En u ziet dat er verschillen zijn. De controlegroep. Nou, inderdaad, bij het gemiddelde 17% kans dat het aanslaat. Bestraling en deze chemo lijkt niet zoveel bij te dragen. Maar hier ziet u hogere percentages. En een percentage vat de mensen samen die er wat aan hebben. Dus het lijkt zo te zijn dat als je eerst een beetje doxorubicine, dat is een chemo, geeft, en dan de immunotherapie, van deze chemo word je niet ziek, het is een snufje chemo, dat de immuuntherapie beter kan werken. Dus zo proberen we in het Antonie van Leeuwenhoek de immuuntherapie te verbeteren voor borstkanker. Ik ga een Engels woord gebruiken, wel een beetje een vies woord, maar het is een game changer. Maar het vat wel heel goed samen wat wij zaterdag aanstaande immuunje gaan zien. Een game changer.
iets wat onze praktijk mogelijk kan gaan veranderen. En dit is een printscreen van een financiële website. Nou, we zitten hier in een ziekenhuis. Wat heeft dat met een financiële website te maken? Farmaceutische bedrijven die medicijnen maken, die weten als eerste als er een succes zit aan te komen. Dan gaan de aandelen omhoog. Dus als je echt op de voet de ontwikkeling in de geneeskunde wil volgen, moet je soms de financiële websites bekijken. Nou, dat doe ik dan. Ik help jullie even. Dit is natuurlijk helemaal heel saai. Maar wat we gaan zien, dus over een aantal dagen in Duitsland op een groot Europees oncologisch congres. De Impassion-studie, waarin we Tecentriq, dat is een van die immunotherapieën, gaan combineren met Abraxane, dat is chemotherapie van het Antonie van Leeuwenhoek. Want ik doe dit niet alleen. We hebben een hele grote groep van dokters, immunologen, die deze krachtige behandeling verder willen onderzoeken. We willen immuuntherapie voor meer patiënten beschikbaar maken. Immuuntherapie heeft minder bijwerking dan chemotherapie. En het heeft dus de kracht dat het je, als het je afweersysteem in staat kan zetten de kanker te herkennen, dan hoef je geen behandeling, want je hebt je afweersysteem, heb je dan die de kanker in check houdt. Ja, bij wie werkt het? He, die paar borstkankerpatiënten, die 10% bij die hormoongevoeligen, wie zijn dat? En we willen het eerder gaan geven. Nu geven het vooral mensen die uitzaaiingen hebben, die min of meer zijn uitbehandeld. Eerder geven kan je uitzaaiingen voorkomen. Nou, daar zijn we nog wel even mee bezig om dat te ontdekken. De hobby van een Nobelprijswinnaar. Waar staat hij, deze meneer, in zijn vrije tijd? Hij speelt in een band. Hij speelt mondharmonica, een van deze Nobelprijswinnaars. Leuk hè, daarmee is echt super slimme wetenschapper en dan heb je gewoon een bandje. Het bandje heet The Checkpoints. Super nerdy. Heel erg leuk. Zij treden op kankercongressen wat over immuuntherapie gaat. Elke keer weer. Met een borreltje erbij. Maar ze maken prachtige muziek. En ze doen dit dus al 10 jaar, maar ik denk nou eigenlijk wel langer, omdat ze samen onderzoek doen. Ze geloven samen in het immuunsysteem, hoe je immuunsysteem tegen kanker kan inzetten. En ze hebben dus al 10, 15, 20 jaar hetzelfde slotlied. Don't stop believing. Deze mensen werkten er samen aan en ze bleven erin geloven. Nu is de Nobelprijs hebben ze gekregen en het heeft onze praktijk al veranderd. Bedankt voor uw aandacht. Dankjewel Marleen. Ik dacht, misschien ga jij het wel zingen, want jij hoort het natuurlijk al 10 jaar, maar dat toch maar niet. Dankjewel. Een heel ander onderwerp rond borstkanker is seksualiteit. De behandeling van borstkanker kan grote invloed hebben op de seksualiteit. Een moeilijk onderwerp om te bespreken, om met een partner te bespreken, om met de dokter te bespreken. En het is heel vaak ook niet een standaard gespreksonderwerp in een behandeling. Nou, dat was reden voor artsonderzoeker Tessa Steenbrugge en journaliste Gian van Grinsven om een podcastserie te gaan maken over dit onderwerp. En die podcastserie heeft de titel gekregen De Herontdekking van Haarzelf. Tessa. Dankjewel voor deze introductie, Edith. En ik ga jullie eerst een stukje laten luisteren. Daarna gaan we verder praten. Mijn man weet drommels goed dat ik nog maar 1 borst heb. Maar op het moment dat je gaat vrijen, nemen instincten het over. En hij is gewend 2 borsten te pakken. En dan voelde ik die ene hand er zomaar weggaan. Want daar zat niets meer. Laat me je voorstellen aan Maria. Een levendige vrouw met wild krullende haren. Je zou het niet zeggen, maar Maria is 66. 7 jaar geleden werd bij haar borstkanker ontdekt. Dit zorgde voor een reeks behandelingen en de amputatie van haar linkerborst. Ik had vanochtend nog over met mijn man. Ik zei, nou, ik heb me nooit minder aantrekkelijk gevoeld door jou. En toen zei hij, nee, dat klopt niet. Ik heb je nooit minder aantrekkelijk gevonden. Toen zei ik, ja. Dat is heel fijn. Maar ik heb zeker problemen met seksualiteit gehad. De behandelingen veranderden niet alleen haar lijf- en lichaamsbeeld, maar gooiden ook in 1 klap Maria's hormoonhuishouding overhoop. En daarmee ook haar seksbeleving. En dat merk je pas tegen de tijd dat je eraan begint. Dus je kan wel de zin hebben. Tenminste bij mij, ja, ze kon zeker de zin hebben. De sfeer was goed, de relatie was goed. Dus je begint vrolijk zoals altijd. En... het loopt gewoon vast. Maria moest een hoop vanzelfsprekend...
in haar seksleven herzien. Dat zijn van die details in je seksuele ervaring die veranderen, ja, die je niet zo gauw gaat bespreken met iemand. Tenminste, ik zou niet weten. Dat ging Maria nog zeggen. En precies om die reden hebben wij een podcastserie gemaakt die inderdaad de titel heeft De Herontdekking van Haarzelf. Want met wie ga je dat bespreken? En het is bovendien best wel een lastig onderwerp. Waar toch veel vrouwen door getroffen worden en ook hun partners. Dit is Rian van Gunsven. Zij is journalist en programmamaker en doet al 6 jaar lang journalistiek onderzoek naar seksualiteit van vrouwen. En ik ben Tessa Steenbrugge. Ik ben artsonderzoeker hier in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En ik doe vooral onderzoek naar vrouwen met uitzaaiingen, met beperkte uitzaaiingen. En wie zijn de vrouwen die na lange tijd nog in leven zijn en wat kunnen we daarvan leren? De podcast maakten we ook samen met Lisanne Hummel, die zie je hier in het midden. En zij is psycholoogonderzoeker. Dat was ze tot vorig jaar in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en nu werkt ze in het LUMC. En zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar wat voor behandeling kunnen we vrouwen het beste aanbieden die seksuele problemen ervaren na de behandeling van borstkanker. We gaan jullie een heleboel vertellen over de podcast en waarom we die gemaakt hebben en welke factoren allemaal een rol spelen bij seksualiteit. En nog een stukje verderop uit de podcast laten luisteren. Eerst willen we jullie wat vragen stellen, omdat we het belangrijk vinden om dit onderwerp aan te kaarten. En willen dat jullie dit onthouden. De eerste vraag, jullie hebben allemaal een rood petje gekregen, heel toepasselijk. Jullie weten hoe dit werkt. Hoeveel vrouwen ervaren problemen in de seksualiteit na de behandeling van borstkanker? En dan mogen jullie het petje opzetten als je denkt dat dat 45% is. En het petje aflaten als je denkt dat dat 60% is. Niemand heeft een petje op. Een paar mensen. Ja, dat klopt. Het is inderdaad 60%. Wat heel erg veel is. Daar moeten we wel bij zeggen, het is 60% van de vrouwen die problemen ervaren. En het hebben van problemen is niet altijd meteen een reden om dat echt als een last waardoor je leven veranderd wordt te zien. En dat percentage ligt wel wat lager, maar toch wel 60%. En een belangrijke speler kan daarbij zijn vermoeidheid. Hoeveel mensen, dit gaat niet alleen over borstkanker, maar van alle soorten kanker. Hoeveel mensen ervaren vermoeidheid na de behandeling van kanker? Is dat 50%, petje op, of 80%, petje af? Een paar petjes worden opgezet. Heel optimistisch eigenlijk. Sorry. Nou ja, 50 is ook niet niks, toch? Dat is ook niet niks, maar 80%. Dat is niet, hebben wij gehoord van vrouwen die we geïnterviewd hebben, de belangrijkste reden om klachten te ervaren in de seksualiteit. Het is natuurlijk heel erg vervelend en als je moe bent is het helemaal misschien het laatste waar je aan denkt om ook nog zin te maken, om het gezellig te maken in de slaapkamer. Maar het maakt het zeker niet makkelijker. De behandeling heeft een veel grotere impact. En onder andere de sekshormonen worden aangetast door de behandeling van borstkanker. Welke hormonen zijn dat? En petjes op voor als dat oestrogeen en testosteron is. En petjes aflaten als dat oestrogeen en progesteron is. Kijk, nu komt er wat meer variatie en leven in de brouwerij. Toch wel een kwart die nu een petje op heeft gezet. Dat klopt. Het is inderdaad oestrogeen en testosteron. En jullie hebben wel allemaal heel goed opgelet bij alle andere presentaties, want progesteron is wel ook een belangrijk hormoon in de behandeling van borstkanker, maar niet een belangrijk hormoon in de beleving van seksualiteit. En daar gaat het nu heel even om. Oestrogeen kennen we allemaal en dat is ook een van de hormonen wat minder wordt bij vrouwen die in de overgang komen. En dat zorgt er onder andere voor dat het slijmvlies dunner wordt, dat je minder makkelijk vochtig wordt, dat je minder vochtig kan worden, dat de clitoris bijvoorbeeld wel gevoeliger wordt, maar niet op een prettige manier gevoeliger. Dat je de bekkenbodemspieren minder goed kan aanspannen. Orgasmes minder fijn zijn of minder krachtig zijn. Nou ja, allemaal. En vooral als je minder vochtig wordt, kan de seks uiteindelijk pijnlijk worden.
En als je een paar keer een ervaring hebt gehad waarbij de seks pijnlijk is geweest, dan is dat natuurlijk niet stimulerend om het nog een keer te proberen. Testosteron is daarnaast ook heel belangrijk, ook voor vrouwen. En dat is soms een misvatting dat dat alleen voor mannen belangrijk is. Mannen hebben ook veel meer testosteron dan vrouwen hebben. Maar vrouwen hebben wel ongeveer 1/10 van het niveau wat mannen hebben. En die 1/10 is heel erg belangrijk, want die maakt dat je open staat voor seksuele prikkels. Dat je daar ontvankelijk voor bent, dat je brein daar gevolg aan wil geven. Nou, wat gebeurt er dan in de behandeling van borstkanker? Want er gebeurt van alles. En de eerste behandeling voor veel vrouwen is chemotherapie. En de chemotherapie die tast eigenlijk de eierstokken aan. En dat is de fabriek van zowel oestrogeen als testosteron. Het wordt ook nog op een paar andere plekken in het lichaam gemaakt, maar de eierstokken zijn het belangrijkst. En als die waarden laag worden, dan krijgen ze de problemen die ik net allemaal noemde. Vaak herstelt de functie van de eierstokken, vooral bij jonge vrouwen weer nadat de behandeling is afgerond. Maar bij vrouwen die al richting de overgang gingen en die eierstokken eigenlijk, nou ja, al een beetje aan het einde van hun loopbaan waren, kan de chemotherapie ook het laatste zetje geven en gaan de eierstokken helemaal niet meer functioneren. Daarnaast is het ook zo dat veel vrouwen hormoonbehandeling krijgen. Is al een paar keer aan bod geweest vanavond. En de hormoonbehandeling heeft geen effect op testosteron. Dat is bij de meeste vrouwen, nadat de behandeling is afgerond, ook weer op een goed niveau. Maar het oestrogeen is wel laag. En oestrogeen, dat hebben we al gehoord en misschien hebben jullie het onthouden, is een groeifactor voor veel borstkankers, voor ongeveer 70% van de borsttumoren. En als dat een groeifactor is, dan willen we die natuurlijk remmen. Dus dan geven we iets wat wij hormoonbehandeling noemen. En dat blokkeert eigenlijk de functie van oestrogeen in het lichaam. Wat goed is om de kanker af te remmen, maar wat ook andere effecten heeft en onder andere seksuele gevolgen kan hebben. Hormonen zijn dus heel erg belangrijk en kunnen voor veel problemen zorgen. Het is niet het enige wat er met jezelf gebeurt als je de behandeling krijgt voor borstkanker en de diagnose krijgt, die natuurlijk ook veel impact heeft. Door welke behandeling wordt nou het gevoel in de borsten aangetast? Is dat de operatie of is dat de operatie en de bestraling? En de petjes mogen afblijven voor operatie en bestraling en op voor alleen operatie. Nu gaat de chirurg die juist operaties doet, die vlucht er vandoor. Die denkt, oh, als ze dit weten, nu ben je erbij. Ja, de operatie is wel een grote boosdoener, maar ook de bestraling. En de operatie is natuurlijk, we kunnen ons daar allemaal iets bij voorstellen. Je borst gaat eraf. Veel vrouwen zien die borst toch, en veel mannen denk ik ook, als een symbool voor seksualiteit. En geeft je het gevoel dat je aantrekkelijk bent. Maar als er gesneden wordt in je borst, en dokter Van den Berg die net wegvlucht heeft dat heel goed laten zien waar allemaal gesneden wordt, worden ook de zenuwbanen doorgesneden. En die maken eigenlijk ook als de borst uiteindelijk gereconstrueerd wordt en er voor het oog weer prachtig uitziet, want de reconstructies worden heel goed gedaan, je voelt daar niks meer in. En voor een vrouw is dat denk ik toch wel heel essentieel, dat je ook wat kan voelen in de borsten. De bestraling daarnaast, die vaak aan de borst, op de borstwand wordt gegeven, kan de huid vaak tijdelijk, maar soms ook langer, pijnlijk maken of snel geïrriteerd of droog. Of nou ja, allemaal redenen waarom het ook minder prettig is om die borst aan te raken. En ja, dan hebben we het nog niet gehad over welke rol de borsten hebben bij het jezelf als sexy ervaren. Misschien beter gezegd sensueel ervaren, want sexy is denk ik meer voor de buitenwereld. Dan nog één vraag, want we hebben nu een heleboel oorzaken en benoemd waardoor de seksualiteit anders zijn. Je relatie verandert ook als één van beide de diagnose kanker krijgt. En bij hoeveel patiënten en partners ondervinden, denken jullie, problemen in hun relatie nadat de diagnose kanker is gesteld en de patiënt daarvoor een behandeling heeft gekregen? Pet je op als je denkt dat 1/3 is. En pet je af als je denkt dat 2/3 is.
Ja, gelukkig wel weinig besjes. Maar het antwoord is 2/3. En dat betekent niet dat 2/3 van de relaties het niet overleven, maar dat zijn wel 2/3 van de koppels die problemen ervaren, wat echt heel erg veel is. Dat was voor ons de reden om een podcast te maken. En ik heb het nu al een paar keer benoemd, de behandeling heeft zeker geen bijdrage en kan ook een grote boosdoener zijn in het minder plezier ervaren in je eigen seksualiteit. De diagnose borstkanker alleen heeft ook een hele grote impact. En we zouden iedereen in ieder geval adviseren om daarover te praten en daarover te praten met je partner en voor jezelf te ontdekken wat fijn is. En dit is niet iets wat veranderd is in de laatste tijd. Want deze behandelingen zijn al lange tijd hetzelfde voor de behandeling van borstkanker. Wat wel veranderd is, en dat heeft dokter Rutgers ook al eerder laten zien, is dat veel meer vrouwen de behandeling en de diagnose borstkanker overleven. En dat dat ons nu ook dwingt om stil te staan bij de gevolgen die dat heeft als de hele behandeling is afgerond. En als je werk en je leven naast patiënt zijn weer wil oppakken, dan word je hier pas mee geconfronteerd. Dus seks als onderdeel eigenlijk van de kwaliteit van leven die gelukkig voor steeds meer mensen waar sprake van is om daarmee bezig te zijn. Want ik zat natuurlijk net ook wel even te denken, we hebben het hier over leven en overleven en waarom staan wij hier nu te praten over seks. Maar daarbij wil ik opmerken dat voor ons seks en seksualiteit niet alleen gaat over hoe vaak je het doet en hoe lekker je orgasmes zijn of nog ze kunnen worden. Hoewel dat voor sommige mensen natuurlijk ook prettig is. Maar dat seksualiteit eigenlijk een veel breder plaatje is en ook in deze podcast. Dat het ook gaat over of je nog lekker in je lijf zit, of je nog zelf van je lijf kan genieten. Of je nog je lijf durft te bewonen, of je nog durft te voelen. Maar ook of je erover durft te praten met je partner wat veranderd is. En ook of je naar jezelf durft toe te geven en te accepteren dat er dingen veranderd zijn. En daarmee roept deze serie en eigenlijk dit hele thema ook vragen op over aan welke idealen hangen we eigenlijk vast als we het over seksualiteit hebben? En beleven wij als vrouw seksualiteit eigenlijk niet heel erg veel van buitenaf? Wat betekent het om van binnenuit dat te beleven? En uiteindelijk is daarmee denk ik de serie zelfs voor mensen die niet met deze thematiek te maken hebben, dat het nog interessante vragen oproept over hoe wij vrouwelijke seksualiteit beleven. Op het moment dat je in de confrontatie staat van die borstkanker en de behandeling daarvan, die zoveel verandert. Nou, we hebben, het is al een paar keer genoemd, het is in het format van een, of in de vorm van een podcast. Een podcast is eigenlijk nog helemaal niet zo'n bekend medium, wel in Zweden en in Amerika. Maar hier in Nederland is het nog een beetje aan het groeien. En het is eigenlijk radio on demand. Dus zoals je naar Netflix zelf kan opzoeken wat je gaat kijken, is een podcast wat je gewoon online of via je podcast app op elke smartphone kan vinden. En eigenlijk altijd kan luisteren. Dus het zijn radiodocumentaires die je overal kan luisteren door je oortjes. Dus zelf in je eentje of op de fiets of in bed. En dat leek ons een perfect medium om het over deze thematiek te hebben. Die podcast, jullie hoorden net al een stukje, die zijn opgebouwd uit interviews die wij hebben gedaan met een heleboel ervaringsdeskundigen en hun partners. En dat zijn vrouwen van verschillende leeftijden, in verschillende relatiestatussen. Helaas ook vrouwen die hun relatie hebben zien sneuvelen. Vrouwen van verschillende geaardheid. En vrouwen die ook verschillende keuzes hebben gemaakt en voor andere behandelingen stonden. Vrouwen die bewust hebben gekozen om geen reconstructie te doen. Vrouwen die dat wel hebben gedaan. Dat. En daarnaast hebben we dus professionals geïnterviewd. Een chirurg hier in het ziekenhuis werkzaam. Dat is Hester Oldenburg. Jacqueline Stouthart, zij is internist-oncoloog. Dus zij doet de hele medicamenteuze behandeling, zoals ze dat zelf zo mooi zegt. We zijn bij een haptonoom langs geweest, die veel meer gaat over durf je je eigen lijf nog te voelen. Bij een mindfulness trainer over het accepteren van de veranderingen die er gaande zijn. En een grote rol ook heeft seksuoloog-psycholoog Ellen Laan, die zelf ook ervaringsdeskundige is inmiddels op het gebied van borstkanker. Met prachtige muziek, moet ik toegeven, vormgegeven door onder andere Mira van der Lubbe. En zij stond hier vorig jaar op deze publiekslezing, want zij heeft door een erfelijke genetische moet zij zelf de keuze maken om haar borst te laten verwijderen. En ze had daar al prachtige muziek over gemaakt en heeft dat speciaal voor ons nog een keer gedaan.
En ik denk dat wij dan gaan afsluiten met nog een stukje luisteren uit de publiekspodcast. We hebben 4 luistertutorials gemaakt over relaties, vermoeidheid, veranderd lichaam en hormonen natuurlijk. En we hebben 1 podcast gemaakt van ongeveer 30 minuten die ook heel leuk is om te luisteren. Of goed is om te luisteren voor de mensen in je omgeving die meer algemeen al deze thema's schetst. En daar gaan we nog een klein stukje naar luisteren. En daarin hoor je Kim. Ik trof haar in haar huis in een woonwijk in Drenthe. Zij was 27 toen bij haar borstkanker werd ontdekt. Ze is inmiddels 29, moeder van een dochtertje en een stiefzoon. En in een relatie gelukkig nog steeds, waarin ze haar weg probeert te vinden. En daarna horen jullie ook Elle Laan aan het woord. Ze hebben verteld dat ik in de overgang zou komen. En nou ja, daar horen de opvliegers bij, et cetera. En het feit dat je nu dus geen kinderen kunt krijgen op dit moment. Maar verder eigenlijk niks. Dat kwam pas toen ik zelf onderzoek ging doen en naar de gynaecoloog ben gegaan. En die vertelde, ja, jouw lichaam is nou als een 50-jarige, zeg maar. En die hebben nou eenmaal minder seks. Daar kon ik het mee doen. Dat zijn de woorden van de gynaecoloog. Ja, verschrikkelijk. Wat was je reactie? Ja, ik moest heel erg huilen. Ik dacht, dat kan toch niet? Dat alle 50-jarigen, dan is het maar in 1 keer over. Dat vond ik zo raar. Dat vond ik verschrikkelijk. Nog steeds. Hoe zou je jezelf dan beschrijven met je verhouding tot je seksualiteit voordat je ziek werd? Ja, ik ben al heel lang samen met mijn man. Maar we hadden een goed seksleven. We waren experimenteel. We zochten telkens weer nieuwe dingen om het leuk te houden. En ja, dat is nu totaal weg. Wat is weg? Nou, de vrijheid eigenlijk. Omdat je heel erg beperkt wordt. Omdat ik ten eerste geen zin heb. En ten tweede, omdat ik zo droog ben. Dus als ik dan eenmaal zover ben, dan opgewonden genoeg ben, dan wordt het ook vaak binnen een paar minuten wordt het weer droog. Dus ja, echt experimenteren doe je dan niet meer, omdat dat gewoon niet leuk is. Voor veel vrouwen voelt hun lichaam voor de diagnose amper anders. Het is de behandeling die uit de diagnose volgt die een enorme impact heeft. Maar minder oestrogenen en minder vaginale vochtigheid hoeft niet per definitie een einde te betekenen voor je seksleven. Want als je voldoende aandacht besteedt aan opwinding, als je weet, oké, ik moet gewoon de tijd nemen om voldoende opgewonden te worden, want dan word ik vochtig, dan raakt mijn clitoris gezwollen, dan ben je weer net zo vochtig als wanneer je jong was. De klachten die optreedt, vaginale droogheid na de menopauze, dat is eigenlijk dus een opwindingsprobleem. Tenzij bijvoorbeeld door chemotherapie je eierstokken zodanig zijn beschadigd, dat het zou kunnen dat je daardoor niet meer voldoende testosteron produceert. Als dat zo is, dan denk ik, heb je veel meer seksuele problemen dan wanneer dat niet zo is. Omdat testosteron maakt dat je nog gevoelig bent voor seksuele prikkels. Zonder testosteron is het echt wel heel wat lastiger. En wat raad je deze vrouwen aan? Dan raad ik ze aan toch om het vrije op een andere manier aan te pakken. Vrije niet meer gericht op vaginale penetratie, maar op andere manieren om te kijken of je zelf het nog fijn kan hebben. Dat wordt makkelijker als je voor je ziekte ook eigenlijk al wel heel goed wist hoe je opgewonden zou kunnen worden. Wat ik dus nu echt belangrijk vind, is het knuffelen, het aanraken, het zoenen. Kan je een beleving van seks voorstellen zonder ooit nog penetratie? Nee. Nee, dat vind ik heel moeilijk. En ik hoop ook echt dat dat weer terugkomt, want dat mis ik wel. Natuurlijk veel voorspel, maar absoluut ook penetratie, ja. Want dat hoort er wel bij, vind ik, ja. Ideale dieren heb je niks aan in bed. Die kan je gewoon best in de prullenmand gooien, maar gewoon zelf ontdekken. Zonder een vooropgelegd script. Want zo zou het eigenlijk moeten, want ik denk dat iedereen het zo doet. Als je geduld met jezelf hebt, als je compassie met jezelf hebt, als je
tijdens het vrije ook geen haast hebt. Als je je lichaam goed kan ontspannen en jezelf toestaat om misschien ook een wat passievere, nou laat ik zeggen, een ontvangendere rol te hebben in plaats van een gevende rol. Dan zou het zomaar kunnen dat je ontdekt dat je nog wel degelijk seksueel gevoelig bent. Dus ik vind het vrouw echt. Ja, dat was een stukje uit de publiekspodcast waar Elle onder andere uitlegt wat er aan de hand is en daarbij ook tips geeft. En dat doet zij ook in de andere podcast die we gemaakt hebben. Gianne heeft het al gezegd en de thema's hebben we vanavond al een paar keer benoemd. Maar het is onder andere de hormonale veranderingen, de podcast die we ontboezemingen hebben genoemd, maar die vooral gaat over de operatie en het zelfbeeld. De podcast die gaat over vermoeidheid, slapen of seks. En de podcast Samen op herontdekking, omdat het ook belangrijk is om samen met je partner op herontdekking te gaan. Dankjewel voor jullie aandacht. Dank jullie wel, Tessa en Gian. We zijn aan het uitlopen, maar dat neemt niet weg dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen. En ik wil eigenlijk alle sprekers vragen om even naar voren te komen. Marieke van den Berg, de plastische chirurg, moest weg. Maar als er vragen zijn op haar gebied, dan zal Emiel Rutgers daar ook vast antwoord op kunnen geven. We lopen rond met de microfoon. Dus als u een vraag heeft, wacht even tot de microfoon bij u is. Want dan bent u luid en duidelijk te verstaan. Wie heeft een vraag? Ja. Momentje hoor, de microfoon komt naar u toe. Ja, ga je gang. Ja, ik had een vraag over dat stukje over die T-cellen. Ik miste, is die ook getest op HER2-neu? Kijk naar Marleen. Ja, dat is echt, Staat die aan? Ja? Ja. Dat is echt een hele slimme vraag. Want dat had Emiel uitgelegd. Er zit dus, stel, HER2 zit echt in duizendvoud op die tumorcel. Als er maar één tel is die HER2 kan herkennen, dan zouden die T-cellen dat kunnen opruimen. Ja, zo eenvoudig is het nou ook weer niet. Want die HER2 is eigenlijk een normale HER2, alleen dan te veel. Ons afweersysteem herkent vreemde dingen. En niet te veel van het normale. Maar ik sluit niet uit dat in de toekomst dat je nieuwe medicijnen kan maken die van dat principe gebruik maken. Dus vraag het me over 10 jaar nog eens. Dankjewel. Een volgende vraag. Ja, hier vooraan. Mag ik dan aannemen dat Herceptin en de Perjeta nog steeds een trial zijn? Oh ja. Want dat wordt inderdaad ook wel eens immunotherapie genoemd. Ja, dus de trastuzumab, pertuzumab, Herceptin. Dat is ook, maar dat is passieve immuuntherapie. In die zin, je geeft het lichaam medicijnen, wat iets met het afweersysteem te maken, maar het verandert het afweersysteem niet. Wat ik vanavond zag, gaat over actieve immuuntherapie. Primair je afweersysteem behandelen. Terwijl Herceptin, fantastisch middel, maar doet niet wezenlijk iets met je afweersysteem. En dat is al lang niet meer in trials gelukkig. Dat geven we elke dag door aan heel veel patiënten en het heeft al heel veel levens gered. Perjeta niet zo lang op de markt is en dat het wel een onlangs kleine 3-4 jaar geaccrediteerd is door de overheid en dat het nu wel actief ingezet wordt. Ja, het wordt zeker nog actief ingezet bij de hoogrisico HER2 borstkankers. Dus het is vergoed, het zal ook vergoed blijven. Er is wel discussie geweest over hoe lang moet je het geven? Moet je het, als je het voor de operatie hebt gehad, ook na de operatie nog geven? We zagen er discussie over, maar je hoeft niet te twijfelen. Het wordt vergoed, we geven het nog elke dag, gelukkig. Nee, hoor, het is gewoon standaard behandeling inmiddels. Het is geen trial meer, zeg je nee, dan? Nee, het is een standaard behandeling. Ja. Ja? Andere vraag. Ja. Komt de microfoon. Wacht even, komt de microfoon. Ik had een vraag voor het boek. Is het boek al uit? Ja, en zo, ja, waar kan ik het kopen? Ja, nou ja, ik kreeg een vraag over de
gevraagd waarom heb je het meegenomen, maar dat vond ik een beetje gênant om hier mijn boek te verkopen. Bol.com. Ja, we kunnen nee. Signeren. Sorry? Nee, is niet waar. Bij bol.com is het 16,90 ook. Maar dat is de prijs. Oh, maar dan doe je toch een leuk lippenstiftje bij of zo. Ja, sorry. Vanavond voor 11 uur besteld. Heel goed. Heel goed. Oh, we hebben een Facebookvraag. Dat is een vraag van Martine Verwijs. Ik denk aan dokter Rutgers. Wat je vertelt, hè, op latere leeftijd kinderen krijgen kan een risico zijn of korte borstvoeding geven. Maar zij vragen waarom is de incidentie in Nederland verder zo hoog? Zijn er nog andere redenen waarom het... De belangrijkste reden voor de hoge, het verder voorkomen van borstkanker in, laat ik zeggen, rijke landen, zoals Noordwest-Europa en Noord-Amerika, heeft vooral te maken met de zaken die ik net benoemde in de presentatie. En het kan ook wel zo zijn dat het Caucasische ras, dus wij, blanke vrouwen, daar ook wat gevoeliger voor zijn. Voor het maken van die foutjes. Dan geef ik me op glad ijs, maar daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Of je ook toch al niet meer factoren kan vinden die duidelijk maken dat de ene vrouw gevoeliger is voor die ontwikkeling dan de andere vrouw. Maar de hoofdmoot van het vele voorkomen van borstkanker ligt toch echt in als het ware de sterk toegenomen vruchtbaarheid van de vrouwelijke bevolking. Dankjewel. Andere vraag. Ja, ik ben ook een beetje bij de hand. Ik herken heel veel jouw verhaal. Ik heb dezelfde vorm van borstkanker. Bij mij was het ook, waarom nog bestralen? Waarom hormoontherapie? Ik kreeg niet helemaal duidelijk een antwoord. Dus ik heb wel bestralen en hormoontherapie voor 5 jaar. Totdat ik verleden jaar dat van Jacqueline Stout heb gelezen. En dan moet je echt vechten en knokken en doen. Mijn chirurg zegt, is goed voor jou om dat uit te zoeken. Maar dat vind ik wel zo jammer dat ik een van de weinigen ben met beide handen om het uit te zoeken. Want ik zeg, waarom wordt het dan niet in andere? Nee, dat moet eerst landelijk. Ik denk, nou, dat moet eerst jaren ver. Dus ik heb nog een paar maanden tamelijk zo fan en dan stop ik ermee. Want ik ga die aroma dingen niet nemen. Want dan is de kans, want ik heb er ook acute spierreuma gehad. Dat heb ik geen zin in. En toen zeiden ze, nou dan kan je toch gewoon stoppen. Maar dat was mijn optie niet. En ik wilde weten hoeveel procent. Dus je blijft heel erg zoeken totdat je je juiste moment... En dat vind ik gewoon heel jammer. Terwijl je hier veel duidelijker meteen krijgt wat je wil horen. Ja. Ja, want Rachel, daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Hè? Na aanleiding van jouw verhaal, wat je vertelt. Wat zou jij nou vrouwen adviseren die de diagnose borstkanker krijgen? Eigenlijk geen genoegen. Nee. Tenminste, zodra je denkt... Althans, ik had het gevoel dat het te zwaar was. En ik weet niet, dat was eigenlijk nergens op gebaseerd. Want ik had er geen verstand van. Maar het gevoel was niet goed. En ik zou denk ik aanraden om naar een ziekenhuis te gaan of naar een arts te gaan die niets anders doet dan de hele dag aan borsten zitten. Dus ik heb het ook in mijn boek omschreven. Ik heb een arts gehad en die was gespecialiseerd in anusklachten. Was ontzettend een leuke dame. Was ontzettend een leuke dame. En ze was echt ook bij... Ze was lief en aardig en het kwam allemaal... heel zorgzaam over, maar ik dacht, ik moet niet iemand hebben die ook deels met anussen bezig is. Ik wil iemand die alleen maar bezig is met borsten. En daarnaast had ik nog een andere arts, want ik heb verschillende artsen geraadpleegd. En die was weer gespecialiseerd in vaten en in harten. En toen dacht en die had enorme grote handen en hij kon die tumor maar niet vinden. En daar terwijl die tumor, ik kon hem gewoon zelf pakken, dus waarom hij dan niet met die enorme klauwen? Nee, dat had hij gewoon. En toen dacht ik, het klopt gewoon niet. Ik moet naar iemand die als hij een borst ziet, al denkt, ik denk dat hij daar zit. Daar staat hij. Nou, kijk, ik...
En dat heb ik ook een keer op een andere plek gezegd. Als je veilig voelt bij de dokter bij wie je gekomen bent, of bij het team, laat ik dat even breder trekken, als dingen die goed worden duidelijk gemaakt, als je begrijpt waar het om gaat en dat alternatieven, dus andere mogelijkheden, ook zijn uitgelegd en je voelt je daar goed bij, nou, want dan denk ik, wat is dan een reden voor een tweede mening? Andersom, als je denkt, ja, ik voel me toch niet helemaal veilig, ik begrijp het gewoon niet helemaal, ja, dan is de regel, als je iets niet begrijpt, wil je er meer van weten. Hoe flauw is het? Nou, dan is een second opinion hartstikke handig, want het kan je ook wel degelijk bevestigen, of het kan de oorspronkelijke behandelplan bevestigen. Nou, als dat dicht bij huis is, prima, hartstikke goed. En een enkele keer is het toch net anders, en dan wordt het je verkeerde gevoel of je ongemakkelijke gevoel bevestigd. Nou, dan heb je die stap genomen. Duidelijk, dankjewel. Is er nog een andere vraag? Waar is de microfoon gebleven? Ah, komt van de andere kant. Oh, we gaan eerst even naar boven en dan komen we daarna bij u. Ja, ik heb een heel ander soort vraag over mammografie. Zelf moet ik ook al jarenlang gecontroleerd, omdat mijn zus vrij jong borstkanker had. Is die mammografie nou de enige? Ik vind het verschuwelijk, vind ik het. Ik heb kleine borsten, dus het is altijd een worsteling om tussen die platen te komen. Is dat nou de enige methode om die borstkanker op te sporen? Het korte antwoord is het minst slechte wat we hebben. Dat is het korte antwoord. De digitale mammografie met lage stralendosis is het meest gevoelige en het meest specifieke onderzoek voor de screening. Dus bij gezonde mensen gaan kijken of er iets niet aan de hand dan, maar aan de borst is. Dat is zo. Andere mogelijkheden, thermografie, ja, dat kijkt naar warmte. En als toevallig een dag tevoren een beetje lelijk in je borst is geknepen, dan is die thermografie positief. Dus dat is veel te weinig gevoelig. Dan heb je de echo. De echo is vooral goed als verlengstuk van je vingers. Of als je een probleem moet oplossen. Er is op het mammogram iets gezien. Dus dat is een probleemoplosser. Daar is die echo ook heel goed voor. Maar om zomaar in het wilde weg met die sham En die probe over die borsten te glijden. Je ziet te veel en je ziet te weinig. Dan hebben we de MRI. Ja, het zou zomaar kunnen dat er komen studies aan, en ik mag het helaas nog niet verklappen, maar die gaan zeggen dat bij bepaalde risicocategorieën van gezonde vrouwen de MRI misschien wel de voorkeur verdient boven de mammografie. Dat gaat er wel aankomen. Maar ja, daar zit meteen een keerzijde aan, want het nadeel van de MRI is dat er toch veel valse bevindingen zijn, vals positieve bevindingen. Dus dat moet dan altijd weer gewogen worden. Dus ja, het minst slechte wat we hebben. Ja, helaas. U heeft ook nog een vraag. Vergroot het slikken van anticonceptiepil de kans? Omdat ik daar toch af en toe wel ook over lees en hoor. Er zijn enkele studies verschenen waarbij het vroeg beginnen met de anticonceptiepil. En dat vroeg is 15, 16 jaar en op zijn minst 5 jaar dan volhouden, dat in hele lichte mate is verbonden met een wat hoger risico. En dat is echt maar, het zijn maar hele kleine aantallen onder de 40. Maar daarna heeft het geen enkel effect. Kijk, eigenlijk middelt het hele oestrogeenspiegel, het oestrogeengehalte van je bloed, middelt dat een beetje uit. Dus per saldo is de een mooi Nederlands woord, exposure, dus het verkrijgen van de oestrogeen maakt niet uit. Dus en er is wel iets grappigs, het verkleint het risico op eierstokkanker. Heel goed. Marleen, wat ik me nog afvroeg, hè, jij hebt nu verteld over behandeling van immuuntherapie, met name in het stadium dat vrouwen metastase hebben, uitzaaiingen hebben van borstkanker. Verwacht jij dat immuuntherapie
op den duur ook veel eerder ingezet gaan worden in een behandeling. Dus misschien al wel, terwijl er helemaal geen uitzaaiingen zijn, misschien al wel zonder dat Emiel Rutgers nog hoeft te opereren. Hoe denk je daarover? De eerste studies zijn gaande. Dus er zijn al Amerikaanse resultaten uit San Francisco, waarbij je gewoon de chemo geeft, die we altijd geven, en daar immuuntherapie aan toevoegt. Dat je dan meer verkleining van de tumoren ziet. Dus dat Emiel dan minder hoeft weg te gaan. Dus daar zit, maar dat is weer, wederom, het zijn allemaal kleine testfases. En we gaan hier in ons ziekenhuis per januari gaan we de eerste testen doen bij mensen die dus net de diagnose borstkanker hebben gehad, waar we al veel van die afweercellen in de tumor zien. Want daar hebben we de meeste kans dat de immuuntherapie wat gaat doen. Maar dat is allemaal nog in testfase. En ja, dat heeft nog een aantal jaar nodig om te kijken of we dat echt als reguliere zorg gaan inzetten. Okay, spannende tijd. Ja, het idee van immuuntherapie is al 100. Immuuntherapie bij borstkanker. Heel veel studies gedaan. Ja, overal, dus al 100 jaar wordt er gewerkt aan immuuntherapie bij kanker. En dat is altijd zeer teleurstellend. En vaccinaties, en zelfs toen we nog geen ethische commissie hadden, kon je gewoon bacteriën injecteren, is allemaal gedaan. Maar het viel eigenlijk heel erg tegen. Dus nu is het voor het eerst dat het bij andere kankersoorten goed lijkt te werken. Okay. En dan moeten we de brug slaan naar de borstkankerpatiënt. We gaan zo'n beetje naar de afrondende vragen. Ik heb niet zozeer een vraag. Is iedereen, horen jullie? Sorry. Is het duidelijk? Oh. Ik heb niet zozeer een vraag, maar nog wel even een opmerking naar aanleiding van de ervaringen van onze schrijfster van het boek. Sinds 2009 heeft Borstkankervereniging Nederland een monitor borstkankerzorg in het leven geroepen, waarbij praktisch alle Nederlandse ziekenhuizen zijn aangesloten. En de monitor die heeft dus allerlei kwaliteitsaspecten genoemd. Bijvoorbeeld de sneldiagnostiekpolie, om direct behandeld en gediagnosticeerd te kunnen worden. Of behandeld moet ik dan nog niet zeggen, gediagnosticeerd te kunnen worden. Het MDO-overleg, multidisciplinair overleg, wat wekelijks meerdere keren wordt gehouden om alles te bespreken en de behandelplannen te maken. Maar ook wie zitten er in de teams? Wie moeten daar gewoon in zitten? Al die specialisten. Mm-hmm. En dan zijn dat duidelijk allemaal dedicated artsen en verpleegkundigen en therapeuten en dergelijke die in dat team zitten. En je kunt dus via monitor borstkankerzorg ook samen met je huisarts bijvoorbeeld gaan kijken van, ik wil in een ziekenhuis waar alleen maar aan borstkanker alle aandacht gaat en waar ik zelf centraal in dat middelpunt van die hele monitor sta. Daar wou ik even op wijzen. Ja, dat is een hele mooie aanvulling. Dank u wel. Heel goed. Nog iets op aanvullen. Wat dat betreft zijn we echt gezegend in Nederland. Ik bedoel, het is hartstikke zuur dat die borstkanker zoveel voorkomt in zo'n ons kikkerlandje, 15.000 vrouwen. Maar door de bank genomen is die borstkankerzorg in Nederland is uitstekend. Die is echt goed. En dat zijn die teams enzovoorts. Hoe komt dat dan toch met die twee second opinions? En ja, dat zijn de grijstinten verschil in benadering. En die hebben vooral te maken met het indammen of het verkleinen van de bijwerkingen. He, dus, en dat is een moeilijk woord, deescaleren, minder behandelen met toch de gelijkblijvende genezingskans. En daar zit echt iets heel ingewikkelds. In de oncologie, in de kankerkunde, is het niets makkelijker zo meer te geven. Meer chemo, meer bestraling, is vast goed, patiënten zijn er blij mee, de dokters zijn er blij mee, want ze kunnen meer behandelen. De ziekenhuizen zijn er blij mee en de farma is er blij mee. Er is niets moeilijkers om minder te doen, want ja, we hebben dat toch. Oké, dus het deescaleren, het minder doen met gelijkblijvende genezingskans, dat moet je heel zuiver doen, maar dat moet je elke keer bij stilstaan. En veel van de tweede meningen die bij ons komen, die hebben met dat grijze gebied te maken. Dan is het advies is niet fout, maar ja, even. En dan zeg ik, en elke keer ook weer het adagium, als je het niet helemaal goed begrijpt, moet je er langer over nadenken en dan moet ik toch bekennen, moet je er meer over willen weten, dan moet ik toch bekennen,
dat dan in heel veel situaties naar het protocol en de richtlijn wordt gegrepen. En dan gaan we, zo moet het gedaan worden, want zo is de afspraak. En dan denk ik, jongens, even stilstaan. Heel goed. Oké, we gaan naar de laatste. Ik zie twee vragen nog. Misschien een korte vraag en ook een kort antwoord. Als dat kan. Gaat uw gang. Nou, ik wil graag een compliment maken richting de podcastmakers. Ik heb ze afgelopen weken allemaal geluisterd. Ik werd er een beetje verdrietig van. Omdat ik zelf ook midden in de medische mode nog zit. En ik denk, wat staat me nog te wachten? Maar ik was ook blij, want ik dacht, eindelijk komt hier aandacht voor. En ik vroeg me af, hoe kun je dat beter bekend krijgen? Want in het ziekenhuis waar ik behandeld word, ik ben tevreden over de medische behandelingen, maar het stuk seksualiteit, ik heb het een paar keer aangekaart en geen gehoor. En daar hebben we niets voor. En ik denk, hey, hoe kunnen we dit nu beter op de kaart krijgen elders in het land? Maar nogmaals, dank voor wat jullie gedaan hebben. Super. Dankjewel voor de complimenten en heel fijn om te horen dat dat in ieder geval al wat erkenning heeft gegeven. We hebben onze website en op de polykliniek verwijzen sommige dokters naar de podcast om te luisteren. We doen nog ons best om de huisartsen onder andere ook te benaderen en de andere ziekenhuizen te mailen, zodat zij weten dat ze patiënten kunnen verwijzen naar de podcast. Maar niet iedereen heeft er meteen aandacht voor, dat is zeker waar. Dankjewel. Dank u wel. Een laatste vraag stel ik voor. Het is bijna 9:45, dus... Ik hoorde dokter Rutgers vertellen over de invloed van de menstruele cyclus op de ontwikkeling van borstkanker, omdat dat dus elke maand die celdeling plaatsvindt. Is daar ook nog een relatie met de erfelijke vorm van borstkanker, het BCRA2-gen bijvoorbeeld, als je dat hebt? Dan is die invloed eigenlijk dubbel zo sterk, maar dat komt omdat de borstkliercellen gevoeliger zijn voor die foutjes. Ja. En dat zit al ingebakken in iedere cel vanaf de geboorte. Ja. Dus daar komt dus ja, en dat is ook wel duidelijk dat over het algemeen dat als er een vroege menopauze is, dat je dan bij de vrouwen met zo'n BRCA1 of 2 mutatie in de screening, dat je dan toch een wat minder grote kans ziet op het optreden. Het blijft nog groter hoor. Minder grote kans ziet op het optreden van borstkanker. Als er een preventieve operatie plaatsvindt, wat de eigenlijk nee, dan helemaal betreft. Niet meer. Maar dat is nee. Ja. Nee. Dus maar, het is toch een klein beetje een vuistregel voor de vrouwen met een BRCA1 en 2 mutatie, en het moest kort zijn, is vanaf het 30ste ongeveer, niets magisch aan 30, heel veel vrouwen denken dat, maar vanaf het 30ste ongeveer is 2 op de 100 vrouwen met zo'n mutatie wordt borstkanker gevonden als ze gescreend wordt. En als de eierstokken ermee uitscheiden of afgepakt zijn door de gynaecoloog, dan is dat ongeveer 1 op de 100. En als je al die procenten optelt, dan kom je aan die 60-70%. Dat klopt. Dank u wel. Ja, dank u wel. Nou, dan toch nog de allerlaatste vraag. Heel, heel klein. U zegt, alles onder één dak is heel goed in het ziekenhuis. Maar als je dan bestraling in een ander ziekenhuis doet, raadt u dat aan of niet? Ja, de korte antwoord is ja. Nee. Nee. Onderdelen van de behandeling. Kijk, het hele principe van hoe je behandeld moet worden en wat het verstandigste is en hoe er met die pokkentumor zit en alles. Dat moet je door je team samen met de mevrouw bepalen. Soms de specifieke uitvoering. Je woont in Groningen en je moet 12 weken lang chemo krijgen. Dat zou heel wel goed in Groningen kunnen, want daar kunnen ze dat wel goed geven. Het idee, omdat dat goed voor je is en het omarmen daarvan, dat is al in je team gebeurd, omdat alles onder een dak was. En zo kan het ook met de radiotherapie zijn. Je woont in Sittard en dan kan in Heerlen of in Maastro op zich hele goede bestraling worden gegeven. En dat scheelt dan wel. Dus
Ja, je kan binnen je team, in overleg met andere teams, kan je daar adapteren of aanpassen aan de mogelijkheden van de patiënt. En heel soms is het wel ingewikkelder, ja. Heel soms is het wel ingewikkelder en dan zeggen doe maar bij ons en ga maar in het gasthuis zitten. Nou, toch goed dat het jaar nog een vervolg kreeg. Dat was beter. Oké, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Emiel Rutgers, Rachel Fransen, Tessa Steenburgen, Gian Vergunsven, Marleen Kok. Heel erg bedankt voor jullie uitgebreide antwoorden en jullie lezingen. We zijn bijna aan het eind van de avond. Ik hoop dat u het een waardevolle avond heeft gevonden. En ik hoop dat ik u nog mag attenderen op onze AVL Foundation. Kanker vraagt heel veel tijd in onderzoek, maar vraagt ook heel veel geld in onderzoek. En wij hebben in huis een AVL Foundation. Het geld wat zij werven, dat wordt allemaal besteed aan het onderzoek binnen het Antonie van Leeuwenhoek. U kunt vriend worden, dat kan wel voor €25 per jaar. Het is een soort wervingspraatje wat ik doe, maar het is wel heel belangrijk. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, u vindt zo dadelijk in de foyer daar folders over. En Hanneke Lyon is aanwezig en zij is fondsenwerver bij ons. Dus mocht u er vragen over hebben, dan kunt u die aan haar stellen. Alle sprekers zijn er zo dadelijk ook nog. Dus u kunt tijdens de borrel hierna in de foyer ook hen nog vragen stellen. En we vragen u om een evaluatieformulier in te vullen over deze avond. Wat vond u goed? Wat vond u dat beter kan? Daar hebben we heel veel aan om dit soort avonden nog beter op maat te maken. Dus als u die zo dadelijk meteen in wil vullen, heel graag. Nou, dan rest me alleen nog u te bedanken voor uw aanwezigheid. Wat ik al zei, in de foyer staat nog iets lekkers klaar. Een hapje en een drankje. En ik zou zeggen, maakt u daar gebruik van. En anders wel thuis.